Goedenavond, dames en heren. Hartelijk welkom bij deze bijzondere avond, de zesde editie van onze serie over democratische vernieuwing, New Democracy. Een serie die Pakhuis de Zwijger organiseert samen met Netwerk Democratie en de European Cultural Foundation. En wij onderzoeken het afgelopen jaar, dit is de zesde editie, hoe staat het met de democratie in dit land? Wat kan er anders? Wat kan er beter? En we hebben David van Rijbroek gehad. We hebben John Green gehad. En we zijn steeds op zoek naar die vraag, hoe gaat het en kan het anders? En vandaag hebben we een heel bijzonder programma. Normaal zijn er altijd panels en discussies, maar deze avond moet ik het doen met één gast en met u. En die ene gast is, geef haar een heel erg warm applaus, omdat ze hier vanavond is, Femke Halsema. Voor de orde, er staan twee microfoons, gevaarlijk dicht bij ons, Femke. En in die serie Nieuwe Democratie hebben wij de afspraak dat de burgers van dit land mee mogen praten. Maar dat betekent wel dat u echt mee moet praten. Dus het zijn geen vragen. Ik las op pagina 172 van uw boek, mevrouw Halsema, X of Femke. Ik wil toch wijzen op een typfout op pagina 43. Dat niet. Nee, u moet meepraten over het gesprek wat we dan hebben. En we gaan het vanavond hebben over de politieke cultuur, over de mediacratie en over de relatie-samenleving-politiek. Als u nou denkt, nou, ik heb eigenlijk wel wat in te brengen. Die Natasja, die stuurt het gesprek naar de verkeerde kant en ik heb eigenlijk een ander soort idee bij dit onderwerp. Voelt u vrij om naar de microfoon te gaan, maar dan doet u ook echt even mee. Dat is de orde. Het is vrij streng, ja. Maar voelt u desondanks toch echt uitgenodigd? Want het is wel de avond waarin we dat doen, zo. Zodra er iemand staat bij de microfoon, maken wij ons blokje af en geven wij degene die hier of daar gaat staan het woord. Deze avond is geordend omdat het een lange avond met slechts ons tweeën hier aan deze tafel is. Aan de hand van fragmenten, een beetje een zomerachtig gevoel gaat het creëren. Helaas is Femke Halsema nooit zomergast geweest. Want dat had een hele mooie avond kunnen worden. En met citaten uit haar boek. Ik heb deze fragmenten niet gekozen. Je hebt ze niet zelf gekozen. Ze zijn gekozen door de redactie van dit programma. En met citaten uit je boek Plush. Een enorme bestseller. Staat al weken op de bestsellerslist. Wie heeft het hier al gelezen? Plush? Ja, oké. Okay. Mooi. Er is nog een wereld te winnen, eerlijk gezegd. Na afloop is het boek verkrijgbaar in de hal. We gaan het larderen, dus dit gesprek met videofragmenten en met citaten uit je boek. Laten we beginnen. We beginnen, zoals een goede avond, met een politicus betaamt met je afscheid. Dames en heren, aan de orde is het afscheid van mevrouw Halsema. En ik heb een gelicht. En die ga ik u voordragen. Gewoon Femke. Femke, voor niets bevreesd. Zacht en lief. Femke, gewoon meisje. Femke, gewoon lief. Gedaan om mij zo oncomfortabel mogelijk te maken. Ja, dit was Lucky TV die vrij gemonteerd uit de speech van Gerdy Verbeet. We beginnen dit blokje over om te begrijpen welke politieke cultuur leven wij eigenlijk in als Nederland. Hoe staat het met de Nederlandse democratie en de politieke cultuur daarin? En de quote die de redactie van dit programma uit jouw boek heeft gehaald is dat je op pagina 41 zegt: de tijd is rijp voor mensen die over de partijpolitieke grenzen willen samenwerken,
die eindelijk eens doorbraak in het linkse en progressieve blok forceren. Waar gaat deze quote over? De quote gaat over het moment dat ik besluit om politiek actief te worden. En de Kamer inga voor GroenLinks. En ik word eigenlijk verleid door Paul Rosemuller op dat moment met de boodschap dat ook hij geïnteresseerd is in progressieve samenwerking. Ik heb dan al een aantal jaren bij het Wetenschappelijk Bureau van de Partij van de Arbeid gewerkt en in de balie en ben actief geweest samen met anderen in het nadenken over een progressieve doorbraakpartij. Want dat is eigenlijk waar ik op hoop. En dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk de Tweede Kamer inga. Omdat ik denk dat de tijd rijp is voor het vinden van een compromis tussen, nou, in ieder geval Partij van de Arbeid en GroenLinks. En op dat moment is niet heel duidelijk wat de derde partij zal zijn. Alhoewel in de jaren 90 D66 meer voor de hand ligt dan, want daar spreken we dan van, 98, dan de SP. En voordat je dit besluit nam, voordat Paul Rosemuller je verleidde, wat, waar ik me alles bij kan voorstellen. Echt waar? Vertel. Het wordt een heel andere avond dan u dacht. was je al bezig met de gedachte Partij van de Arbeid, GroenLinks, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Ik bedoel, hoe was dat dan? Hoe praatte jij al in die tijd met je vrienden en collega's over die behoefte om tot een doorbraak te komen? Nou, in de jaren 90 was eigenlijk de jaren 90 vormde in zekere zin de voorloper van de conservatieve revolutie die we na 2002 in volle heftigheid hebben mogen meemaken. En begin jaren 90 gaf Bolkestein een toespraak in Luzern, waarin hij de islam ter discussie stelde, de integratie van allochtonen. En dat leidde ertoe dat in de kringen van de Partij van de Arbeid, van het Wetenschappelijk Bureau, Paul Kalma, Jos de Beus, inmiddels overleden hoogleraar politicologie, en Paul Scheffer een groot stuk publiceerden in NRC Handelsblad, dat moet in 96 zijn geweest, waarin zij pleitten voor een doorbraak tussen Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. En de reden was dat daar waar er een grote electorale beweging, een grote conservatieve electorale beweging was, het heel goed zou zijn om de krachten te verenigen van die gedachte. En zij wilden ook eigenlijk de sterkste elementen van die drie partijen, democratisch vernuft in D66, de duurzaamheid in GroenLinks, het solidariteitsdenken van de Partij van de Arbeid, wilden ze bij elkaar voegen, omdat ze dachten dat het nodig zou zijn om tegenover die opkomende conservatieve beweging een sterk verenigd progressief geluid te laten. Daar was ik heel erg door gecharmeerd. En wij hebben toen met een jonge groep mensen het beginselprogramma van een niet bestaande progressieve partij willen schrijven. Dat waren mensen die afgevaardigd waren uit de drie verschillende partijen. Ik kwam daar namens de Partij van de Arbeid te zitten. En we gingen eigenlijk ten onder in partijtwisten en verschillende partijculturen, waarbij eigenlijk al bleek hoe ingewikkeld dat in de praktijk was. Dat neemt niet weg dat ik eigenlijk vanaf die tijd, en dat is ook in alle jaren dat ik in de politiek heb gezeten, altijd een frustratie geweest. De concurrentie op links en tussen progressieve partijen als ongelooflijk ineffectief heb gevonden. Daar gaan we het straks vast nog wat langer over hebben. Maar in de eerste hoofdstukken van het boek Plus beschrijf je eigenlijk hoe je politicus werd. En met welke gedachten, toen Paul die verleidingsactie had gedaan, ging jij de politiek in? Nou, dat was vrij naïef en enigszins elitair. Dat kan niet echt een verrassing zijn. Ik weet dat ik Paul Rosemuller een brief schreef toen ik net Kamerlid werd. En waarin ik hem zei dat ik vond dat wij vooral een cultuurpolitieke betekenis moesten hebben als kleine partij in het. En dat betekende dat wij kritiek moesten hebben op het systeem, op de bureaucratie en op de samenleving. En dat ik dat graag voor mijn rekening wilde nemen. En ik stelde me voor dat ik een schrijvend Kamerlid zou worden. En daarvoor wilde ik graag de portefeuille kunst en cultuur hebben.
En ik ben eigenlijk heel erg snel van die redelijk rampzalige, naïeve gedachten afgeholpen. Want Paul Rozemuller zei tegen me, ja, zo werkt dat niet in het politieke bestel. Je neemt een zware portefeuille en ja, cultuurpolitiek is leuk. Maar daar doen we niet echt aan, dus je doet justitie en asiel. En, dat was dat. Ja, ja, en daar begon ik aan. En ik kwam met binnen met het idee dat je je heel goed voorbereidt. Mooi betoog opbouwt. Dat je dan over dat hoogpolig groene tapijt naar de interruptiemicrofoon of naar het katheder loopt. En dan gooide ik er ook nog een dichtzin in. Ja, echt. Dat is geen grapje. En dan dacht ik, aan het eind is iedereen overtuigd. En dan maak ik de zegentocht terug. En zo werkt het niet helemaal. Ik heb echt, en het leidde daar zeker in het begin toe, dat ik ontzettend boos werd. Ik werd geconfronteerd met hele emotionele onderwerpen. Hongerstaking van witte illegalen, een enorme asielinstroom, de nieuwe vreemdelingenwet die in 2000, grote incidenten bij justitie. En ik, het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen was mij nog niet duidelijk in dat stadium. En ik raakte diep gefrustreerd, werd heel boos en steeds verontwaardigder. En ik beschouwde ook een aantal jaren lang morele verontwaardiging eigenlijk als een vorm van plichtsbetrachting. Ik dacht, hoe verontwaardigder ik ben, hoe duidelijker het is voor de mensen die ik verdedig, dat ik echt om ze geef. En ik heb maar heel geleidelijk geleerd dat je de mensen die voor wiens belangen je op zo'n moment opkomt, bijvoorbeeld witte illegalen, wat een heel grote kwestie in die eerste jaren was, dat die bepaald niet geholpen zijn met je machteloze woede en al je emoties. Kijk, het probleem is, als ik er nog één ding over mag zeggen, is dat gaat allemaal over ego. Zeker in die eerste jaren is er een enorm verlangen, was er bij mij althans, om erkend te worden. En wat je moet leren is dienstbaarheid. En dat wil niet zeggen dat je na 12 jaar niet ijdel meer bent. Helaas. Wel degelijk. Maar wat je wel moet leren is toch dat je eigenlijk al je eigen emoties, je eigen opvattingen, verlangens, moet je leren timen. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk toch minder over jou dan over datgene wat je zou willen bereiken. En dat is een vrij ingewikkelde politieke les. En hoe zat het dan in die eerste jaren met die ambitie die deze quote symboliseert? Namelijk dat je die doorbraak, dat er behoefte is aan mensen die over partijpolitieke grenzen heen willen samenwerken. Kwam je daaraan toe? Nee, natuurlijk niet. Nee, echt voor geen meter. Nee, kijk, de politiek is natuurlijk toch zo ingericht. Het politieke bestel is gericht op onderlinge competitie, een electorale competitie. En die is heel scherp op links. Ik haal mijn zetels over het algemeen bij de Partij van de Arbeid en de SP vandaan. Dus wat gebeurt er? Je concurreert met elkaar, je gaat het gevecht met elkaar aan. Bij mij bleef altijd wel die behoefte om daaroverheen ook samen sterk te zijn. Want je, in het progressieve blok, en dat zal overigens denk ik af en toe voor VVD en CDA, alhoewel die een decennia lange meerderheid hebben weten te krijgen, al dan niet met hulp van D66 van andere partijen. Maar aan progressieve zijde is ook de grote frustratie is dat je met elkaar vecht om de minderheidsstem. En dat neemt niet weg, is dat je ook, nou, ik werd na 4 jaar in 2003, eind 2002 werd ik partijleider, redelijk onverwachts. En je bent volstrekt ingesteld op winnen. En je moet ook wel, en dat winnen gaat ten koste van die twee die daar aan tafel zitten. En je moet ook wel, want als je verliest, en je verliest te veel, ben je ook weg. Je bent als politieke partij weg, je macht is weg, je wordt niet serieus genomen, je wordt in de pers geridiculiseerd. En als leider, ja, ik verloor de eerste verkiezingen 1 zetel, geloof ik. Of 2, wil ik vanaf zijn. En dat is dan kom je een beetje op de wip te zitten. Dat is net niet genoeg om je weg te sturen. Maar dat maakt je wel heel competitief. Dus dan is die ambitie waarmee jij de politiek in gaat, met allerlei idealen en ook de behoefte om een doorbraak te creëren, dat is eigenlijk een onmogelijke vraag aan iemand. Omdat
om die opdracht aan jezelf te geven? Of hij gaat ook helemaal naar de achtergrond? Nou, in het huidige politieke bestel... en eerlijk gezegd wordt dat steeds scherper. Mm-hmm. Want je ziet dat het vermogen tot samenwerking tussen politieke partijen steeds kleiner wordt... omdat de electorale concurrentie steeds harder wordt. Dit heeft te maken met de electorale fragmentatie. Het zijn steeds meer kleine partijen die om een schaarse kiezersstem vechten. Het heeft te maken met de mediacratie waar we inmiddels in leven. Dus die electorale competitie wordt steeds scherper... En het vermogen tot samenwerking kalft daarmee af. En wat was je vraag? Ja, goed. Politicus die luisteren nooit naar de vragen. Nee, dat geeft helemaal niet. Ik moet heel hard lachen. Die herkent het waarschijnlijk. Laten we... Want we hebben dit blokje had ik ingezet als dat het gaat over politieke cultuur. En... als jouw boek als het één ding is, en het is vele andere dingen... Ik bedoel, je bent geprezen om zijn stijl en om... Maar is het ook een politieke geschiedenis van de transformatie van een politieke cultuur? Ik bedoel, het is... Ja, dat hoop ik. En dat bij deze. Dat is het denk ik ook. Maar het is heel erg lastig voor buitenstaanders, merk ik ook aan de reacties op je boek, om dat te duiden. Ik bedoel... Jij bent politicus geweest in een tijd waarin er een hele grote verschuiving... de Twin Towers, de dood van Pim Fortuyn en de dood van Theo van Gogh... vrij snel achter elkaar gebeurde. Als je de politieke cultuur waarin jij partijleider werd moet omschrijven... hoe omschrijf je die dan? Nou, toen ik partijleider werd, dat was een half jaar na de moord op Fortuyn. Bedoel je die periode te beschrijven of die eraan vooraf ging? Nou, daar net eraan vooraf. En dan denk ik dat hij daarmee voorspelt wat je daarna... Ik heb in de afscheidsbrief aan de Kamer, toen ik vertrok, gezegd... dat ik de Kamer in die jaren heb zien veranderen van een deftige sociëteit... waarin men beschaafd met elkaar van mening verschilde... in een arena waarin het straatrumoer ook volop binnenkwam. Dat is de eerste verschuiving. Dus de omgangsvormen, de verhoudingen zijn in die jaren... met name natuurlijk heel erg na de moord op Van Gogh... heel sterk veranderd. Dat is één. Twee is dat het centrale onderwerp van de Nederlandse politiek veranderd is. Ik denk dat je tot de Twin Towers of ergens... tot de millenniumwisseling kan zeggen... dat het centrale thema in de Nederlandse politiek decennia lang... distributieve politiek was geweest. Gewoon de verdeling van welvaart, de herverdeling van welvaart... de sociale en economische verhoudingen. Dat was het bepalende thema. En in al naar gelang hun positie in dat debat... waren ook de meeste partijen gevormd. Ik denk dat ergens in die jaren, en dat loopt nog steeds door... zijn culturele tegenstellingen eigenlijk het bepalende thema geworden... in de Nederlandse politiek. En je ziet dus ook dat de oude politieke partijen... die opgericht zijn in een klassieke links-rechtsverhouding... op sociaal-economische thema's... eigenlijk de opvattingen van de bevolking en hun tegenstellingen... niet meer helemaal goed weergeven. Of niet meer helemaal goed articuleren. En dat leidt ook tot een leegloop... En tot de grote kwetsbaarheid van die oude middenpartijen. En dat was al voordat deze gebeurtenissen plaatsvonden. Dat was al je eind jaren 90, denk ik, het geval. Ik bedoel, de manifestatie daarvan kwam daarna. Volgens mij is het een langzame... Het is niet zo dat de Twin Towers bijvoorbeeld die verandering inluidt. Bolkestein was een vroege... Ja. He, was dat in de voorhoede daarvan. Het zal ook te maken hebben gehad met de opkomst van etnisch conflict binnen Europa, bijvoorbeeld. Hè, waardoor we ons veel beter bewust werden van culturele tegenstellingen naar het verdwijnen van de Koude Oorlog tegenstellingen. Dat liep door met de Twin Towers, de moord op Van Gogh en de moord op Fortuyn. Ja, versterkte dat heel erg, waardoor... Ja, ik denk op dit moment Nederland heel erg, natuurlijk, ja, de tegenstelling heel erg zit tussen het gewone volk en de elites, de progressieve elites en het meer conservatieve gewone volk, om er maar eens een paar clichés tegenaan te mieteren. En op onze cultuur tegenover buitenstaanders, onze natie tegenover Europa, ja, weet je, het allemaal de enorme verlangen naar eigenheid. Bepaalt denk ik heel erg het politieke debat.
Want ik probeer dus zeg maar voor te stellen in wat voor een soort situatie dan zo'n vrouw die met zo'n ambitie de politiek in gaat met enorme ideeën over wat er anders moet. Die brief van Paul Rosemuller die ik nog niet kende, waarin je inderdaad oproept dat je de cultuurwoordvoerder wilt worden. Wat dat betekent als je dan vervolgens in zo'n context komt. Maar laten we even ter afwisseling nu een fragment laten zien waar een, we het net al staat klaar. Jongen, ja. Ja. Oh. Ja. Dank Femke. Ja. Hi, wie ben jij? Ik ben Bas. Dag Bas. 25 jaar, woon in Amsterdam. Oh. Hi, goedenavond. Hi. Goedenavond allemaal. Ik heb een vraag. U zegt vanaf de millenniumwisseling is eigenlijk de politiek veranderd van distributieve politiek naar cultuur. Zijn veel meer het cultuurverschil wat het bepaalt. Ik zat zelf, dat vond ik eigenlijk opvallend dat u dat zei, want ik dacht, heeft het niet veel meer met veiligheid en onveiligheid te maken en zijn cultuurverschillen daar een uitwerking van in plaats van andersom? Het heeft natuurlijk met elkaar te maken, het is een beetje een kip-ei-verhaal misschien, ja. Maar voor mijn gevoel heeft bijvoorbeeld 9-11 en bijvoorbeeld moorden op politici. Ook economische onveiligheid en de crisis van 2007, 2008, 2009. Ja, is dat niet het grote overkoepelende vraagstuk? Ik zou niet in een woordenstrijd daarover willen vervallen. Want ik denk dat je gelijk hebt. Dat je dat. Je kan het ook angst voor verandering noemen, behoefte aan nou ja, aan een oudere samenleving die dreigt verloren te gaan. Angst voor misdaad. Ik bedoel, al dit soort elementen zitten erin. En vanzelfsprekend, altijd in perioden van grote economische crisis neemt het verlangen naar vastigheid en neemt het conservatisme toe. Ja, dat is natuurlijk ook aan de hand. Dus er is ook economische onzekerheid en economische onveiligheid. Ja, dat maakt er allemaal deel. Maar dan nog zou ik denken dat de grote tegenstelling toch zit op conservatisme en progressieve waarden tegenover elkaar veel meer dan een links-rechts tegenstelling. Op dit moment. Als je alleen al kijkt dat bijvoorbeeld Wilders natuurlijk ook een aantal linkse onderwerpen echt weet te vertegenwoordigen. Ja, precies. Maar ik vroeg me meer af of nou de veiligheid en onveiligheid de driver van het politieke debat is, of nou die verschillen in cultuur. Jij zegt culturele verschillen of de nadruk erop zijn een manifestatie van onveiligheid. Ja, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, en niet precies. De veroorzaker ervan. Ze zijn het gevolg en niet de oorzaak. Ja, dat denk ik eigenlijk. Ja. Dat is je stelling. Ja. Dank voor deze stelling. Ja, dank voor het antwoord. Ja. Oh, wat leuk. Goed. Ja. Er is natuurlijk een iconisch fragment wat ik jullie niet wil ontnemen. Hoewel de meeste mensen onder de 30 in de zaal het kennen. Maar voor iedereen onder de 30 is het misschien nieuw. Boven de 30 kennen ze het, onder 30 niet. Tenminste, soms hoor ik dat. En laten we even naar het volgende fragment gaan. Voordat we dat doen, even, dit is natuurlijk in Pakhuis de Zwijger. Ja. Dus dat is fijn. Dit was het beruchte kopje koffie. Ja. Door mij geanceneerd. In 2006. Hè? In de verkiezingen voor 2006. En eerlijkheidshalve was mijn motief ook niet zuiver op dat moment. Nee. Want ik wilde op dat moment namelijk niet per se progressieve samenwerking. Ik wist dat op het eind van de campagne niet meer haalbaar was. Nee. Ik wilde zelf in beeld. Ja. Want wij werden namelijk weggespeeld als kleinere partij door die twee. En de enige mogelijkheid om nog voor de pers interessant te zijn, dat was door hen uit te nodigen voor een kopje koffie. Ja, nee, maar dat is ook een van de lofuitingen op jouw boek, is ook die grenzeloze eerlijkheid waarin je hier zegt, nou, het was echt alleen maar van. En zeiden jullie niet gewoon, oké, de camera's zijn geweest, nu gaan we gewoon weer aan het werk? Of? Nee, het was namelijk ook niet echt bijster gezellig. Nee. Ze hadden namelijk, kijk, hoe het ook werkt in Den Haag, het is een apenrots. Ik vertegenwoordig de kleinste partij en dan hoor ik niet de initiatiefnemer te zijn. Nee. Dus ik had, doordat ik het via de publiciteit hen uitgenodigd had, hen gedwongen om te verschijnen. Dus beide heren hadden natuurlijk gigantische smoor in. Want die dachten, ja, moeten wij voor die mevrouw helemaal naar, met name Jan Marijnse, ja, dan moet ik uit het zuiden van het land helemaal naar Amsterdam komen, omdat zij zo nodig iets over progressieve samenwerking. Dus nadat de camera's weg waren, was het vrij snel afgelopen eigenlijk. Ja, goed. We gaan naar een iconisch fragment.
moment. Namelijk de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van Pim Fortuyn. En hij heeft in Rotterdam meegedaan aan de verkiezingen. Hij heeft een historische overwinning gehaald. En hij wordt bij Paul Witteman, worden alle traditioneel na de gemeenteraadsverkiezingen, worden dan alle fractievoorzitters op de een of andere manier van de Tweede Kamer Pim Fortuyn uitgenodigd om na te praten over hoe we de uitslag moeten duiden. En daar hebben we een kort fragment van, een iconisch politiek fragment. Hartelijk welkom ook meneer Melkert. Tijd waar we zaten ook een kleine file. Nou, we zaten in Heerenveen, dus dat is nog een eindje rijden. Dan kom je door de polder. Ja, tuurlijk. Ja. Heeft u de heer Fortuyn al gefeliciteerd? Nou, ik wou iedereen, het is een goede democratische gewoonte, om iedereen te feliciteren. Balkenende, Rozenmuller, Fortuyn. Met bereikte resultaten her en der. Nou ja, op één plek dan vrij geconcentreerd. Ja. Bent u ook blij met de manier waarop dat gebeurd is? Ik bedoel, u wenst iemand geluk die u eerder deze week toch een aantal verwijten, althans over zijn uitlating heeft gedaan. Ja, daar zijn we nog steeds niet blij over die uitlatingen. Dat verandert echt niet door de verkiezingsuitslag natuurlijk. Nee? Maar dat neemt niet weg dat het wel democratie is dat mensen zich uitspreken. Ja. Maar nee, mijn vraag was, als u de heer Fortuyn geluk wenst, hoe geloofwaardig is dat als u hem eerder deze week aangaande zijn uitlatingen zo stevig heeft bekritiseerd? Met woorden als asociaal. De geloofwaardigheid ligt in de democratische gewoonte. En het belang daarvan ook. Mm-hmm. Dat mensen uiteindelijk kunnen kiezen. Dat geldt dus ook voor Rotterdam, dus ook voor de mensen. Ja, maar ze hebben niet voor een asociale man gekozen. En wat ik heel leuk vind in Rotterdam. Ik dacht dat ik het woord nog had, of zie ik dat verkeerd? Dat ze met de sororen zo hoog willen zeggen, meneer Witteman. Ik hoop dat u een beetje orde weet te houden. Want de heer Fortuyn die heeft er een gewoonte van om door anderen heen te praten. Dat vind ik niet zo leuk. U heeft die ervaring al eerder. Ja, dat moeten we gewoon niet doen. Ik zou dus willen zeggen, het is belangrijk dat er gekozen is. Dat neemt niet weg dat er natuurlijk echt zorgen zijn, bij mij ook. Over wat dan de verantwoordelijkheid is die vervolgens wordt genomen op basis van uitspraken die zijn gedaan, die er niet om liegen. Er zijn twee dingen die paars, hè, die nu nog regeert, nu laat liggen. Neem ik de heer Melkert zeer kwalijk. Vorig jaar maart heb ik hem aangesproken op de inflatie. Het interesseerde hem helemaal niks, nog steeds niet. En dat gaat heel. We zien nu uit de cijfers dat onze concurrentiepositie zeer wordt ondergraven. Misschien straks weer geconfronteerd worden met een financieringstekort, meneer Witteman. Dus dan moeten we weer bezuinigen. Dus ik ben heel voorzichtig daarin. Ik wil de zalmnorm handhaven. Geen gulden extra uitgeven die we niet eerst hebben verdiend. Zo moet het. Meneer Melkert? Ik ben me niet bewust dat ik voor inflatie heb gepleit, eerlijk gezegd. U heeft gezegd dat u dat niet interessant vond. Nou, ik dacht dat ik het antwoord gaf op uw vraag. Bent u helemaal niet bereid hem aan te kijken? Nee, natuurlijk. Ik kijk hem voortdurend aan. Maar als u een vraag stelt, kijk ik u aan. Dat heb ik thuis geleerd. Zo hoort het. Ik vraag u te reageren op zijn opmerkingen aangaande inflatie. Dus als u nog even aankijkt. Het is natuurlijk flauwekul. Heeft u in Rotterdam niet gezegd? Het was niet interessant in het eurogebied dat wij een hoge inflatie hadden. Inflatie is het gevolg van de introductie van het belastingstelsel. Daar was rekening mee gehouden. Het valt dus inderdaad vies tegen. Dat er in de eerste maanden van dit jaar minder is gekomen. Maar dat heeft heel erg veel te maken met de loonontwikkeling, waar we niet tevreden over kunnen. Ja, maar u doet er niks aan. Hoe kijk je hiernaar? Jij zit om te lachen. Ik kan er nog altijd niet om lachen. In plaats van vervangende schaamte. Ja, ik krijg nog altijd klamme handen. Ja. Dus ik weet niet hoe het met de zaal is, maar ik vind het. Het is zo gênant. En het is. Kijk, je ziet een paar dingen gebeuren. Eén, je ziet hier een politieke leider die echt nog niet begrijpt hoe de mediacratie werkt. En ik geloof ook dat dit de eerste keer is dat Nederlandse politieke leiders de effecten van herhaling op televisie echt merken. Weet je, dit was. Het was al pijnlijk op het moment. Maar de herhaling ervan in de dagen daarna, dat maakt het iconisch en zo gênant dat Melkert eigenlijk tot op de dag van vandaag geen plek meer heeft in de Nederlandse publieke sfeer. En overigens vind ik dat ook weer buiten proportie. Dat is ook pijnlijk. Eén. En twee, ja, je ziet gewoon, en ik beschrijf deze foto in mijn boek. Je ziet daar gewoon de arrogantie van het establishment. Dit is een foto die is, ik denk, een jaar eerder gemaakt. Het is een bezoek van de fractievoorzitters aan de Antillen geweest. En
Melkert. De Hoop Scheffer. Ik denk Tom de Graaf. Ja, zeker. Alhoewel het ook Ed Nijpels kan zijn, wat mij betreft. Maar ik denk Tom de Graaf. En Paul Rosemuller. Ja. En deze foto verscheen op de voorpagina van de Volkskrant. En niemand nam daar aanstoot aan. Want eigenlijk vond iedereen dat ook wel een heel plezierig beeld. Namelijk van een groep vrienden die gaat zwemmen op Curaçao. En dat was ook. Dus de atmosfeer was zo ongelooflijk anders. En daar brak Fortuyn natuurlijk met een ongelooflijke harde klap doorheen. En deze, laten we zeggen, onderlinge gezelligheid stelde die meedogenloos aan de kaak. Ja, dat zie je in dat televisiefragment. En dus de geslotenheid, de zelfgenoegzaamheid en de arrogantie werden wel heel pijnlijk zichtbaar. De quote die wij hier bij hebben is uit jouw boek over hoe jij je eigen politieke partij GroenLinks zag. En je zei dat je als fractievoorzitter huldigde ik het motto leiding te geven aan een ideeënpartij op zoek naar macht en niet aan een machtspartij op zoek naar ideeën. Past dat in een politieke cultuur die je hier ziet van vrienden? Past die ook dit motto in een politieke cultuur die Pim Fortuyn inluidde? Past een ideeënpartij in een politieke cultuur die gaat over? Nou, dit is, laat ik als eerste zeggen, het is een vrij slimme slogan. En het is in de eerste plaats geformuleerd als commentaar op de Partij van de Arbeid. Ja. En op het bestuurlijk establishment. En het is een verweer voor de positie van GroenLinks. Wat heel ingewikkeld was voor mijn politieke partij en op het moment dat ik politiek leider werd. Wij hadden in de jaren 90 deel uitgemaakt van de oppositie. En Paul Rosemuller had heel verdienstelijk oppositie gevoerd tegenover Paars. Toen kwam Pim Fortuyn op en die veegde Paul Rosemuller met één buitengewoon elegante veeg bij het establishment. In één keer. Ja. Dus, en wij waren volledig van ons apropos en herstelden daar ook niet van. Want wij wisten eigenlijk niet zo goed hoe daarop te reageren. Wij waren tegen de macht. En wij hadden daar ook altijd tegen geageerd. We waren buitengewoon kritisch geweest. Maar dit soort beelden, toch de voorzichtiger oppositie, het zoeken naar compromissen, de redelijkheid die eigenlijk in je houding zat, dat kwam als een boemerang naar je toe. En plotseling stond je aan de verkeerde kant. Toen ik fractievoorzitter was, hadden wij eigenlijk alles tegen. Een milieuactivist had Pim Fortuyn vermoord. En ondanks dat hij geen verband met ons had, was dat natuurlijk in de publieke opinie werd dat anders gevoeld. Wij hadden een opvatting van hem extreem rechts genoemd. En dat hij ons... Het afschaffen van artikel 1. Het afschaffen van artikel 1. Die opvatting hadden we extreem. En dat hij ons beëindeloos extreem links of aanhangers van Pol Pot had genoemd, dat deed natuurlijk niet meer ter zake. En dat was ook geen verweer na de moord. Nee. Want hij was natuurlijk profetisch geweest in de uitspraak, ik word gedemoniseerd. Dus wij zaten niet alleen plotseling aan de kant van het establishment, maar ook aan de kant van degene die verantwoordelijk werden gehouden voor moord. Ja. Dus wij waren volstrekt in het defensief en daarmee ook alle waarden die wij vertegenwoordigden. Ik was heel rechtsstatelijk en niet repressief. Ik was een voorstander van de multiculturele samenleving. Allerlei opvattingen die ik eigenlijk als zachtaardig kwalificeerde, maar die na die moord plotseling in een heel ander daglicht kwamen te staan. Want namelijk eigenlijk te boek kwamen te staan als de oorzaak van de moord, de problemen die er waren ontstaan. Dus helemaal niet meer als zachtaardig. Daar komt, om een lang verhaal kort te maken, excuus, deze uitspraak vandaan. Omdat ik toen heel erg ben gaan zoeken naar een niet alleen, maar samen met Kees en Tom die hier in de zaal zitten, naar een koers waarin je onafhankelijkheid opnieuw kon bevechten. Een,
waarin je op eigen manier uniek kon worden. En dat was niet makkelijk. En dit was een van de manieren en, daartoe. En lukte, kon dat? Kan, ik bedoel, dat het een mooie slogan is, dat geloof ik nog wel. Maar is het ook waar? Kan een ideeënpartij... Ah, ik ben er nog helemaal niet inhoudelijk op ingegaan. Hè? Nee, dat geeft niet. We gaan even, sorry, ja. Voordat ik die... Kan je er even over... Ja, graag. Vraag of meedoen aan het gesprek? Ja, een overweging wilde ik graag doen. Ja. Dus dat kan. Ik ben Mariet, ik ben een filosofiestudent uit Utrecht. En ik ben ook actief in de gemeenteraad daar. Ja, je moet iets dichter in de microfoon praten. Oké. Okay. Gaan we dat doen. En ik vroeg me af, ik hoorde uw verhaal over aan de ene kant dus die politieke partijen die heel erg over de verdeling van welvaart eigenlijk en dat het hele politieke spectrum nu aan het veranderen is. En dat u wel geprobeerd heeft met een ideeënpartij op zoek naar macht om dat een ander soort politieke partij te laten zijn. Maar ik vroeg me af, met de kennis die u nu heeft van het politieke bestel, hoe zou een nieuwe partij idealiter er nu uitzien? Oh, dan gaan we, ja, heel goed idee. Maar dan gaan we het helemaal aan het eind van de avond misschien nog wel even over hebben. mooie vraag. Moet ik ook even over nadenken? Ik heb het grensje wel. Heel goed. Ik hoor daar graag meer over vraag. En dan gaan we het ook even, vind ik ook leuk, met de kennis van nu even nader duiden. Want dat is echt een gevleugelde politieke uitspraak natuurlijk nu. Ja. Het is een nogal besmette politieke uitspraak. Die is namelijk van Balkenende. Om de politieke steun voor de Irak-oorlog achteraf te rechtvaardigen. Ja, met de kennis van nu durf je eigenlijk bijna niet meer uit te spreken. Behalve als je het als grapje... Ik ben nog jong en onbedorven. Precies, jij mag er maar. Dank u wel. Nee, dus dank. Aan het eind komen we terug op de vraag... met de kennis van nu, wat voor met die eerste quote... Hè, een doorbraak willen verwezenlijken met je ideale politiek... wat voor een politieke partij met de kennis van nu... zou er dan nu behoefte aan zijn? Komen we helemaal aan het eind terug. Dank voor deze... Ja. Nee, maar heel goed. Nu dus inhoudelijk even... We kijken of we de bouwstenen van die vraag langzamerhand gedurende de avond ook wel gaan vinden, hoop ik. Kan je eigenlijk ideeënpartij zijn in het... Nee. In een ja. Nee, kijk, een ideeënpartij veronderstelt dat je ze ook nog wel eens inwisselt voor anderen. Dat je zoekt, twijfelt, van mening verandert. Dat is natuurlijk het kenmerk, lijkt mij, van een ideeënpartij. Je verzamelt goede ideeën, je werpt er af en toe eens één weg, er komt een nieuwe. En het was toen al niet echt mogelijk om van mening te veranderen. En dat is er ook de afgelopen jaren, daarmee kom ik al een beetje in jouw richting, niet makkelijker op geworden. Nee, waarom niet? Want, nou... kijk, er is volgens mij één moment in de Nederlandse politiek... wat dat echt heel goed samenvat. En dat is het debat tussen Bos en Balkenende in 2006. Waar Wouter Bos geprobeerd heeft nieuwe ideeën over de arbeidsmarkt te lanceren. Onder druk van zijn partij die weer heeft moeten intrekken. Daar vervolgens een debat over heeft. Marcel van Dam had daar een rol in. Nogal, die heeft echt wekenlange campagne in de Volkskrant gevoerd tegen hem. En gedwongen wordt om dat weer in te trekken onder druk van zijn eigen partij en de publieke opinie. En dan een debat heeft met Balkenende. En waarschijnlijk kennen jullie de uitspraak wel. Balkenende zegt dan tegen hem... U draait en u bent niet eerlijk. En het was de premier die uitspraak deed... tegen zijn belangrijkste politieke tegenstander. Waardoor die woorden ook een veel grotere betekenis kregen... dan alleen een politiek conflict. Balkenende deed daar een uitspraak over het wezen van politiek. Namelijk politici deugen niet. En liegen en... En ik heb me dat op dat moment niet goed gerealiseerd. Ik was ook veel te veel bezig met de campagne van dat moment. Maar later ben ik me, toen die woorden maar nagalmden en terugkeerden... Wouter Bos de draai komt, politici liegen en zijn niet eerlijk. Ik bedoel, het is niet de eerste keer dat over politici is gezegd. Maar op deze manier, uitgesproken door een premier, zo kernachtig... heeft dat wel heel veel effect gehad op... Laten we zeggen, de ruimte die er voor politici is... om nog eens van mening te veranderen. Voilà. En dat is dood in de pot, om maar een lang verhaal kort te maken. Dat is natuurlijk heel slecht voor creativiteit, voor intellectuele vrijheid. En uiteindelijk is politiek, behoort democratische politiek... ideeënuitwisseling te zijn. Nou ja, dat doet het niet heel goed op het moment.
Nee. En hoe komt dat? Dus dat komt door die cult die jij... Hoe komt dat? Ik bedoel, dat Balkenende heeft niet de norm gezet. Ik bedoel, hij was de manifestatie van een beeld... Hij gaf een manifestatie van een beeld dat al bestond over politiek, denk ik, toch? Nou, zeg je dat voor mij daarin wel een norm gesteld. Ik bedoel, kijk, ja, ik vind... Kijk, het was zo zorgvuldig getimed, hè. Het was gespindokterd. Het was een bewuste karaktermoord die eindeloos door spindokters van het CDA werd herhaald. Wouter Bos de Draaikont. Tot en met alle opmerkingen over zijn achterwerk, die ook door anderen... Weet je, alles versterkte elkaar. Ja, ik vind dat hij daar een norm heeft gesteld in het framen... populair woord, van je tegenstanders. Ik heb net een stuk voor de correspondent geschreven... waarin dat ook terugkeert. Waarin iemand vertelde mij dat er inmiddels cursussen worden gegeven... in Engeland en in de Verenigde Staten... waarbij politici leren om je tegenstander niet meer met argumenten te lijf te gaan... maar alleen nog maar als persoon te disqualificeren. Dus iemand maakt een argument, hè, of iemand bouwt een betoog op, zegt iets... En je reactie is dan typical. Als enige. Typical. Zie hier, grachtengordel, wegkijker, racist. Dus je disqualificeert iemand op zijn intenties, op wie die is. En die is klaar. Die is de draaikont, de leugenaar. Dat staat volstrekt haaks op elke vorm van werkelijk inhoudelijk democratisch debat. Want dat vereist namelijk dat je voor beide personen kijkt... en dat je elkaar niet disqualificeert op waar je woont... op je milieu, op je achtergrond... maar dat je werkelijk met elkaar in gesprek gaat. Oh, echt? Ja. Ja, moet kan, sorry, ik ben Jaap Nieuwenhuis. Ik kan me niet meer herinneren hoeveel partijen of Kamerleden toen... opstonden en een lans ervoor braken dat het debat op inhoud gevoerd zou worden. En aangaven van, goh, wat interessant dat deze man van mening verandert. Nee, eerlijk gezegd, ik ben het me, ik denk zo'n jaar later, hè, werkelijk gaan realiseren. En nog een jaar later daalde het in. Maar ik heb op dat moment, had ik gewoon volstrekt de smoor in. Want wij zaten, ik was erbij... We waren zes fractievoorzitters die allemaal... Radiostudio, hè? Was radiostudio. Het was Radio 1 debat op zondag. Een belangrijk debat in de campagne. En we wilden allemaal aan bod. En we wilden allemaal onze plannen naar voren brengen. En daar zaten die twee ruzie te maken. En ik dacht alleen maar, en zo heb ik ook gereageerd... een showtje voor twee heren. Dus ook laten we zeggen, de... meer normatieve reactie, namelijk dit is niet de manier waarop je met elkaar ombehoort te gaan, heb ik op dat moment niet gegeven. Ik vind het ook interessant in relatie tot wat je daar straks zei, dat omkeerpunt na de dood van Pim Fortuyn en Theo Fortuyn. Ja. Dat je zei het zo, misschien dat je het niet zo bedoelde, maar dat de straat de kamer binnenkwam. Ja. Dat is nogal denigerend voor de straat. Ik zou het omdraaien en zeggen dat toen de politiek de straat negatief is gaan beïnvloeden. Ja, en heeft u gelijk. Ik vind dat belangrijk, omdat, ja, dank. Omdat het ook het moment markeert dat inhoud niet langer meer... de inhoud van, waar van de onderwerpen waar het over gaat... niet langer meer de hoofdmoot zijn. Ja. En als ik daar een voorbeeld... als ik daar een voorbeeld van mag noemen, dat is een heel recent voorbeeld... dat is alle ophef rond de ministers van Justitie en het bonnetje. En als ik daarnaar kijk, dan zie ik dat er een aantal jaren geleden... iemand bij het OM was die zocht naar mogelijkheden... om op een andere manier achter criminelen aan te gaan. En daar ruimte voor zocht. En die is daar andere methoden gaan proberen. En daar is dat bonnetje uiteindelijk uit voortgekomen. Absoluut. Maar het debat gaat over wie, wat nou zei, wanneer, welk bonnetje... of het nou gevonden werd of niet. Maar niet over, goh, wat zijn we er eigenlijk slecht in geslaagd... om als politiek die experimenteerruimte... voor die officier van justitie te regelen. Oké, dank. Goed dat u het zegt, want inderdaad, de reactie was niet... op die opmerking... Ja? Die reactie toen was inderdaad niet... de Balkenende zet hier een precedent of zet hier een norm... over hoe wij met elkaar omgaan en spelen op de persoon zouden we niet moeten doen. De reactie was slimme campagnetruc.
Ja. Zo werd er gepraat in die weken na dit evenement. En als ik nog heel even mag reageren. Ik bedoel de straatrumoer eigenlijk op de manier waarop Joost Zwagerman het ooit gehad heeft over straatrumoer in de letteren. En hij bedoelde ook echt het schelden, de grofheid. Dat bedoelde ik ermee. Maar u heeft volstrekt gelijk. Ik weet dat ik op een gegeven moment tegen Geert Wilders tijdens een debat heb gezegd dat hij scheldwoorden gebruikte en verwijten maakte waarvan ik hoopte dat mijn kinderen ze niet zouden horen. Omdat ik ze namelijk probeer op te voeden zonder dit soort. En het klopt dat het een belediging voor de straat is. Politici zijn over het algemeen, vaak heb ik dat ook heel geruststellend gevonden, overigens de afgelopen 10 jaar. Politici waren de afgelopen 10 jaar vaak ruwer, grover, generaliserender dan heel veel mensen op straat. En wat ik daar geruststellend aan vond, was dat uiteindelijk heel veel burgers redelijker zijn dan de politici die hen representeren. Bijvoorbeeld in het debat over allochtonen zijn ook de mensen die PVV stemmen wel degelijk ook gewoon de mensen die uiteindelijk in hun buurt het prettig willen hebben. Dank. Kijk of ik een logische, want ik probeer nog die ideeënpartij terug te halen. En misschien zegt u, nou dat hoeft helemaal niet meer, we hebben lang genoeg over gepraat. Maar je zou kunnen zeggen dat voor een partij die GroenLinks heet, er toch al zo'n 20 jaar een soort ijsberg zichtbaar is. Topje van de ijsberg, die heet klimaatverandering. En je zou kunnen zeggen dat we nogal wat opgaven, en dit is er maar één van, hebben aan te pakken. En als er dan geen ruimte is voor een ideeënpartij, waarin je constant kan nadenken over hoe gaan we zo'n grote opgave, mondiale opgave, te lijf. We kunnen ook de vluchtelingencrisis als voorbeeld noemen. Zulke grote opgaven te lijf. Is dan de politiek waar ideeën, een strijd op ideeën en de ontwikkeling van een ideeënpartij eigenlijk niet meer mogelijk is? Dat is te somber. Okay. Het probleem is dat GroenLinks, zoals heel veel partijen, een dubbele ambitie heeft. Wil ideeënpartij zijn, maar is ook geïnteresseerd in machtsvorming. Wil ook gewoon meedoen en beslissen. Ik denk dat er één partij in Nederland is die zich zuiver als een ideeënpartij manifesteert. En dat is de Dierenpartij. Die heeft geen enkele machtsambitie, wil ook niet groter worden. Of tenminste, hoopt natuurlijk wel, maar is niet bereid om erg veel water bij de wijn te doen. GroenLinks heeft altijd, zoals heel veel, de SP, Partij van de Arbeid, D66, andere partijen, altijd op twee benen gehinkt. Ja? Ja, dank u. Ja. En dat is dat wij voor de troepen uit wilden lopen. We wilden ook ideeën leveren aan de politiek, vernieuwing brengen over de arbeidsmarkt, over milieu, klimaatverandering. Maar tegelijkertijd wilden wij niet zo ver afdwalen van het midden, dat we onszelf helemaal vervreemden van het politieke spel en de macht. Want we wilden, dat is wat ik leerde, we wilden niet alleen gelijk hebben, maar ook af en toe gelijk krijgen. Dus het valt eigenlijk, ik bedoel, het valt in die zin weer mee. Je hebt die macht. Nee, kijk, je kan twee dingen beschrijven. Eén, het klimaat is niet goed voor ideeën. Dat is waar we het net over hadden. En dat heeft ermee te maken dat de ruimte voor politici om van mening te veranderen, hardop na te denken, niet groot is. Ik beschrijf in mijn boek, haal ik een citaat aan van de Canadese rechtsfilosoof Michael Ignatieff, die geprobeerd heeft politicus te worden in Canada, leider van de Liberale Partij in Canada, wat een gigantisch fiasco werd en een fantastisch boek heeft opgeleverd. En hij beschrijft. Hij riep ook op, hè, om aan politici om veel meer hun memoires te maken. Ja. En de verantwoording af te leggen over waarom zij in de politiek waren gegaan. Ja. En hoe dat hen is. Ik ben is een van de weinigen die daarnaar geluisterd heeft, ja. Althans in Nederland. Maar hij beschrijft wat je overkomt als je van een gewoon mens een politicus wordt. En waar je als gewoon mens eigenlijk mild tegemoet getreden wordt. Hè. Je vergist je wel eens, je zegt wel eens iets dat je niet helemaal zo hebt bedoeld. Houdt die ruimte volledig op te bestaan op het moment dat je politicus bent. Hij noemt dat je leeft in gestoorde letterlijkheid. En hij bedoelt daarmee dat ik heb zoveel interviews gehad waarbij ik dan iets zei en vervolgens de journalist tegen dat iets opschreef. Ik zei, ja, maar ik kan me niet herinneren dat ik dit gezegd heb. En als ik het al gezegd heb, heb ik het in ieder geval niet bedoeld. Je hebt het gezegd. Je hebt het gezegd. Dus gaan we het zo. En de intentie,
je ambitie, wat je bedoelt, is dan al lang verloren. En Ignatieff beschrijft hoe je als politicus, hoe in een moderne mediacratie met social media, dit soort uitspraken ook tot in de eeuwigheid blijven bestaan en onveranderlijk blijven. Dus je wordt alsmaar herinnerd aan een uitspraak, kan geen millimeter meer afwijken. Ja, dan is een goed idee toetsen is er echt niet bij dan. Want dat is zo ongeveer hetzelfde als electorale zelfmoord. Ja, maar dat maakt dus ook dat nieuwe maatschappelijke vraagstukken op een... Heel moeilijk de politiek inkomen. Ja. Ja. Heel moeilijk hun entree maken. En is dat de conclusie waarmee we dit blokje, bij wijze van spreken, sombere conclusie wat mij betreft, over hoe de politiek functioneert? Of zeg je, nee, er zijn wel degelijk mechanismen waarbij je die cultuur zoals die is, of de mechanismen zoals die functioneren, kan attackeren, kan veranderen? Nou, kijk, ik denk, en ik heb ook het gevoel dat het vaker ter discussie staat. Ik denk dat politici, pers, burgers, misschien had ik andersom moeten beginnen, burgers, politici, pers, deze mechanismes ter discussie moeten gaan stellen. Want ik heb het gevoel dat heel veel mensen het heel erg vervelend vinden. Ja. Mensen willen ook geprikkeld worden. Mensen vinden het vervelend om altijd diezelfde, die repeterende politici te horen. Politici die elkaar voor rotte vis uitmaken. Ik geloof dat heel veel mensen juist wel behoefte hebben om wat vrijer te kunnen denken. Ja. En we zijn natuurlijk met z'n allen opgesloten in een politieke cultuur die hondsvervelend is. Ja. Waarbij we alleen maar elkaar kunnen bestrijden en steeds meer elkaar bestrijden op uiterlijkheden. Ik bedoel, het Oekraïne-referendum, om maar een voorbeeld te noemen, was natuurlijk ook gewoon een conflict tussen stijlen en culturen en mensen die elkaar niet meer verdroegen. Amsterdamse grachtengordel tegenover Nederland. Heel Nederland. En dat gaat helemaal niet meer over de inhoud. En ik denk dat de wijze waarop dit soort conflicten uitvergroot worden, de wijze waarop politici hierop politiek bedrijven, aan de orde moet worden gesteld. Ja, mooi. Je bent heel goed in dat punt hier. Hier. Ja. Oh, ja. U moet heel dicht bij de microfoon, want dan verstaat iedereen u. Ja, ook de honderden mensen die meekijken via de luisteraar. Mijn naam is Amir. Ik woon in Amsterdam. En ik vraag me af wat je merkt bijvoorbeeld van Kok, dat hij zijn achtergrond heeft hij helemaal verleugen. Hij ging helemaal iets anders doen eigenlijk. Vrij uiterst kapitalistisch, alles wat hij deed. En ja. Ook heel veel sociale, wat we hadden in Nederland, dat is langzaam en zeker aan het verdwijnen. En het wordt echt heel Amerikaans, kapitalistisch. En, ja, dus daar maakt u zich zorgen over. Nou, ik denk dat de politici best een verwijt kunnen krijgen en ook een beetje een verantwoording moeten leggen. Ja. Want als de verantwoording tijd is gekomen, dan zijn ze altijd weg. Ja. Goed, dank. En dan hoeven we mevrouw Halsma natuurlijk niet te vragen om de ideologische veren die Wim Kok heeft afgeschud, om daarover verantwoording af te leggen. Nee, maar het gaat om het mechanisme. Ja. Ja, maar ik wil er één relativering bij maken. Bent u zich ervan bewust dat u hiermee ook wel ten prooi valt op de eindeloos herhaalde vooroordelen over Wim Kok? Want ik heb eerlijk gezegd van hem, ik heb er ook moeite mee hoor, maar ik heb nog nooit van hem een uitleg gehoord. En wat ik heel erg mis in het huidige debat, dat is gewoon eens aan mensen de vraag stellen, waarom doe je dit? Ja. Maar dan want misschien ze weg. Dan is zijn hij ze wel commissaris niet. Dat is bij probleem. Shell was het, hè, geloof ik. ING, geworden. Ja, hij heeft toen met die bonussen ingestemd. Maar misschien heeft hij gedacht, ik ben burgemeester in oorlogstijd. Misschien heeft hij gedacht, ik kan van binnenuit. Ja, en dat hoeft het niet te repareren. Maar daarvoor heeft hij heel veel dingen, ja. Heel veel wetten maar eigenlijk is het in mooi, de hele Nederland is eigenlijk veranderd. Naar een Amerikaans richting. Ja. Ik doe het niet alleen, natuurlijk samen met... Maar dat is dus links... Ja, politiek die dat allemaal deed, eigenlijk. Nou, weet je wat daar een heel erg groot probleem is? En daar is het gebrek aan verantwoording door Nederlandse politici. Precies. Speelt daar een grote rol in. Ja. Politici zijn kinderen van hun tijd.
En zijn vaak niet in staat om over de periode waarin ze verantwoordelijk zijn heen te kijken. In de jaren 90 heel breed, van links tot rechts, met uitzondering van mijn partij overigens en de SP, werd marktwerking verwelkomd in reactie op een heel erg uitdijende verzorgingsstaat. Want er lag een groot probleem met de verzorgingsstaat. Nee, die werd onbetaalbaar. Ja, ik geloof niet dat dat altijd waar is. Nee, maar als er worden dingen. Dank. Er wordt gezegd dat er geen geld is. Maar dit is gewoon een politieke keuze. Dus, ja. Klopt, maar het is nu. U heeft er gelijk in. Ja. Alleen is dus, ik ga alleen mevrouw Halsma niet vragen om nog meer verantwoording te leggen over een ander politicus van een andere politieke partij. Maar u heeft gelijk dat die verantwoordingscultuur van Nederlandse politici, die is heel gebrekkig. Maar, nee, dit was het. Om af te sluiten, wat ik net hoorde, dus als het groot wordt en het gaat regeren, dan heb je grote kans dat je dus... Dat het misgaat. Misgaat. Dank. Nou, ik bedoelde iets, ja, ik bedoel, als je regeert worden er altijd hele grote fouten gemaakt. Maar ik bedoelde eigenlijk iets anders, is dat het lerend vermogen in de Nederlandse politiek niet erg groot is, omdat de bereidheid om terug te kijken, precies, en verantwoording af te leggen ook niet erg groot is. En dat loopt van de koloniale acties tot marktwerking. En dat Nederland kent daarin een buitengewoon armoedige politieke cultuur. Ja. En het zou heel erg goed zijn als die bereidheid om na te denken over fouten in het verleden wat groter werd. Ja, dank. Hallo, mijn naam is Arno Inen. Ik ben de laatste jaren nu ook actief bezig. Hopelijk ook met de Tweede Kamerverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen. Dus je wilt politicus worden? Nou ja, ik word ben politicus. Hoop ik te worden. Welke politieke partij? De Libertarische Partij. Oké. Okay. Oh, leuk. Dus Libertarische Partij. Ook klein. Ja. Google het. Ja. Zou ik zeggen. En straks bij de bar mag iedereen vragen wat dat is. Ja, dan verkoop ik ook mijn boek. Nee. Er zit nog helemaal niks in. Ik mag zelf invullen. Maar dan moet ik het even goed formuleren. Zou je niet zeggen dat de afstraffing van bestaande partijen of de versplintering of juist de sterke opkomst van de andere partijen veroorzaakt is omdat juist men is afgedreven van zijn ideologische kern. Dus in feite dat de kiezer eigenlijk ziet van, ja maar wacht eens even, de PvdA staat hiervoor, de GroenLinks staat hiervoor, D66 hiervoor. En juist omdat men niet meer in zuilen bezig is en met ideeën alleen maar aankomt, dat men denkt van ja, je onderhandelt in ideeën terwijl je ideologische kern niet bestaat. We gaan het straks, over 20 minuten, nee is goed. Nee, maar niet, laten we even alle verkiezingsuitslagen om die electorale versplintering te laten zien. Ja. Gaan we maar jouw vraag is... Het heeft is, te maken met die ideeën, met de generatie van die ideeën. Want als je... Sure. Want mensen, hoe je... Ja, Wilders vind ik een rare man, maar het is zuiver wat hij is. Ja, kijk, je ziet dat een toenemend aantal... Blijf, je mag blijven staan. Dat geldt ook wel voor staan, misschien dat Oké, ja, want ik moet het even... Je ziet dat een toenemend aantal politici uit angst om het verwijt van draaien te krijgen de stap overslaan van hun eigen opvattingen naar het compromis. Mm-hmm. En het compromis formuleren als hun eigen opvatting. Mm. Want dan krijg je namelijk niet het verwijt dat je gedraaid bent. En daar, dan krijg je dat... ik denk dat politiek er al heel erg van op zou knappen als mensen politici veel beter duidelijk zouden gaan maken wat hun oorspronkelijke opvatting is, wat het compromis is, dat ze vervolgens sluiten. Mm-hmm. En dat ook met trots verdedigen. Door een compromis sluiten is best eervol en het is ook onvermijdelijk. Alleen ik denk dat het kiezers heel erg helpt als je weet dat dat niet de oorspronkelijke opvatting was. Als jij zou willen zeggen, iedereen moet vasthouden aan zijn ideologische kern, ja, daar ben ik het niet mee eens, want dat betekent dat er geen uitwisseling van ideeën meer plaatsvindt. En dan neigen opvattingen naar dogma's. En dat vind ik niet zo aantrekkelijk. Je moet ze ook durven verlaten. Ja, maar je kan ook een compromis, dat zul je heel snel zien natuurlijk als
een verwatering van de ideologie die je hebt. Of de dingen waar je in gelooft. Maar heb jij een ideologie of heb jij opvattingen en idealen? Ik heb een ideologie. Oh, echt waar? Ja, ik ben een old school klassiek liberaal, een libertariër. Ik nog even een slokje water bij nemen. Proost. Gebrek aan wijn. Maar je kan... moet er langzamerhand wel een fles wijn komen. Graag. Of thans, waar ik, om het zo maar te zeggen, waar ik bewondering voor heb voor bepaalde politici. Noem eens één. Nou, misschien mensen kennen het niet, maar Amerikaanse libertariër Ron Paul. Ja. Toegeven, die man heeft helemaal geen aandacht gekregen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld... Hij delft altijd onderspit. Ja, maar hij blijft heel dicht bij wie hij is. Ja, getuigenispoliticus is het. Hè? Hij heeft een opvatting en die daarvan doet hij voortdurend getuigenis. Ja, maar hij heeft samengewerkt met Bernie Sanders. Hij heeft samengewerkt met hardcore republikeinen. Ja, zeker. En hij blijft bij zichzelf. Ja. Hij gaat niet op zoek naar het compromis. Hij gaat op zoek naar de punten waarmee hij met anderen kan samenwerken om die te verwezenlijken. Ja. Maar wat is het verschil tussen samenwerking en compromis sluiten? Je laat niet los van je ideologie. Je werkt alleen samen als er geen verwatering van je standpunt plaatsvindt. Ja. Nee. Maar daarom is er ook een afstraffing. Hmm. Maar betekent het... Ik ben eigenlijk ook de... ik hou ook wel van het idee dat als ik geplaatst word tegenover iemand met een volstrekt andere opvatting dan ik, en ik ga daar open naar luisteren, dat we samen misschien eens tot een verrassende nieuwe opvatting komen. Dat zou kunnen. Ik zou dat prettig vinden. Als jij van zwart houdt en de ander houdt van wit, dat doet niks racistisch mee, het gewoon een kleur. Dan moet blijven en niet grijs. Ja, ja dat precies. Dat is jouw dol op grijs. Mooi. Ja, dankjewel. Je hebt een hele mooie pet. Hallo. Nee, maar het is... Kijk, samen discussiëren over nieuwe ideeën inderdaad. Dat natuurlijk, maar het is... Maar jij zegt eigenlijk die... Jij zegt, ik zie die politieke cultuur die we nu hebben, zie ik eigenlijk als een verwatering van ideologie. Ja. Terwijl waar dat vroeger veel minder het geval was, daar verwijs je naar. En er zijn, bedoel, in de politieke cultuur. Ja. Bedoel, en je maar verwijs... jij vindt pragmatisme ook vies, denk ik. Ja, dat is dus naar de meest haalbare oplossing nu kijken. Pragmatisme, ja. Huh? Ja, woorden. Ja. Ja. Maar, ja, dat klopt. Sorry, wat klopt? Nee. Nee, okay. Ja, goed. Oh. Dank. Hier moet je het even mee doen met deze uitwisseling dat zwart, wit en grijs alle drie mooie kleuren zijn. Ja. Ja. We zouden namelijk ook nog een stukje kort praten over die mediacratie. Want we hebben tot nu toe heel erg gefocust op die politieke cultuur. En af en toe wordt dan even de pers erbij gehaald, maar eigenlijk heel beperkt. Terwijl in jouw boek en ook in de analyse van jouw politieke bestaan speelt eigenlijk die relatie met die pers en de analyse wat die pers doet een hele grote rol. Ja. En we gaan ook hier wederom weer naar een heel iconisch of heel belangrijk politiek fragment, persmoment, kijken. Daar mag ik even kort. Of doen we het daar eventjes? Loop even die kant op. Ja? Want u wist het al van tevoren. We hebben geen stijl. Oké. Okay. Leuk, hè? Oh ja, ik ben nu al eens tegengekomen. Ja, dat klopt. Heerlijk dat we elkaar weer ontmoeten voor de tweede keer. Nou, zullen we een hand... Hoe gaat het met u? Met mij gaat het prima. Vindt u van al deze mensen? Nou, hartstikke goed dat er mensen zijn die, als ze het ergens niet meer eens zijn, dat ook duidelijk, luid en duidelijk, duidelijk maken, kenbaar maken. Als u nou zo hier bent, staat u dan wel steviger in uw schoenen nu u een spindokter heeft? Ja, ik weet niet waar dat beeld vandaan komt. Ik heb geen spindokter, hoor. U heeft een nieuwe spindokter. Oké, nou, dan weet u meer dan ik. Fijn. Goed. Dat is niet zo? Ja. Is dat niet zo, mevrouw? Mevrouw Vogelaar, we even netjes antwoord geven. Nu. Mevrouw Vogelaar. Zal ik dat zelf beslissen? Waarom? Maar wil u daar niet op ingaan? Waarom wil u daar niks over zeggen? Ik voel me namelijk vooral af of u dat niet als gênant ervaart dat u als minister een spindokter nodig heeft. Geeft er geen antwoord op? Moet je toch wel netjes over praten? Ik denk dat de spindokter zou zeggen nu... Nou, kan je beter Rutger even netjes antwoord geven? Dat komt goed over op de Kamer. Dan zien de mensen ook een beetje dat u goed met de media om kan gaan. Dan houdt u gewoon uw mond. U bent toch minister?
Ik loop gewoon achter u aan, hoor. Waarom geeft u geen antwoord? Wat is het voor iets geks? Omdat ik op onbeschofte vragen geen antwoord geef. Het is toch geen onbeschofte vraag? Dan gaat in de media is het bekend dat u een spindokter heeft. Daar kan u toch gewoon over praten? Dat is toch geen onbeschofte vraag? Wat is het nou voor onbeschofte vraag? U bent minister, ik ben journalist en ik vraag u iets over de spindokter. Daar kan u toch gewoon antwoord op geven? En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Maar waarom is dat? Het is weer geen handig mediaoptreden dit. Ziet u dat zelf niet? U kan mij netjes gewoon, als wij daar netjes had gezegd, nou meneer, zo en zo zit het en zo werken wij bij, dat doen wij zo. Nou, klaar. Maar u gaat zo tekeer. Dat is toch gek? Ja, ik wacht wel. Ik ook. Maar snapt u dat niet? Heeft u dat niet in de gaten? Nee. Ik krijg er bijna medelijden met u. Dat wij niet gewoon een gesprekje kunnen hebben zo. Dat is toch gek? Nou, zal ik u dan maar in bescherming nemen? Stoppen we ermee. Goed zo. U moet ook bijna weg, begrijp ik, of niet? Of, ja, ze wil niet echt antwoord geven bij mij. Ja, dat is de verantwoordelijkheid van de minister. Dat, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Dat is de verantwoordelijkheid van de minister. Nou, doe er goed aan de spindokter, zou ik zeggen. En sterkte met alles. Stenen krommend. Tenen... Het is heel erg om naar te kijken. Ja. Ik had het nooit meer gezien, ik weet niet. Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Je ziet hier gewoon iemand die niet ad rem is. En die daarmee gedisqualificeerd wordt als bestuurder. Even voor de generatie. Ella Vogelaar, minister van Integratie was ze, denk ik. Huisvesting, denk ik, hè? Volkshuisvesting. Volkshuisvesting, integratie. Oh, wonen, ja. Wijken en integratie. Ebrard van der Laan is haar opvolger geworden. Wonen, ja. Wijken en wippen, zeiden wij altijd. En dit even terzijde. Maar... nee, maar zij is niet ad rem. Ze heeft gewoon geen omgang met deze... Was ook nieuw, hè? Lompe... Dat is nog recent. Hij was toen niet zo lang op het Binnenhof. Rutger Kastner. Ja. Ja. Nee, dus... Dit was het begin van dit soort journalistiek. Ja. Is het erger geworden of zijn politici... Natuurlijk. Ja? Kijk, ik vond Rutger Kastricum, bedoel, ongelooflijk onschuldig. Bedoel, ik heb vroeger lang in de kroeg gewerkt als student. En je had altijd van die jongens die niet weg wilden gaan nadat het gesloten was. En die waren dan dronken en die bleven aan de bar hangen. En die moesten dan met enig gekracht naar de uitgang gewerkt worden. Er zijn een paar mensen in de zaal die nu hun vinger opsteken dat ze erbij hoorden. Dat soort typen. Oh, dat soort jongens. Ja, nou ja, ik heb hem altijd zo beoordeeld. Waar gaat dit mis? Is dat zij zich laten intimideren door hem. Laat ik niet te stoer doen. Ik ben ongelooflijk vaak geïntimideerd geweest door parlementaire pers. Ja. Heb het vaak heel erg moeilijk gevonden om ermee om te gaan. Laat ik maar een ander voorbeeld geven. En het gaat dan niet zoiets extreems als dit. Ik schreef een boek over, dat heette Geluk. Dat verscheen op het hoogtepunt van de economische crisis. En toen werd ik geïnterviewd door een mevrouw van de pers. En de eerste twee pagina's in dat boek die gingen over mijn eigen consumptie. Dat ik verslaafd was aan jurken kopen en boeken, weet ik veel wat. Dus had je zelf opgeschreven? Had ik zelf op, dat ik niet beter was dan de rest. En zij begon mij te interviewen en het ging alleen maar over die eerste twee pagina's. En hoe ik dacht me te kunnen verantwoorden als groene politicus en dat ik jurken kocht en bla bla bla. En het ging maar door. Totdat ik op een gegeven moment aan haar vroeg, heb jij mijn boek eigenlijk wel gelezen? Na die eerste twee pagina's. En zij in mijn gezicht zei, nee. Waarop ik zei, dan wil ik dat je weggaat en dan kom je maar terug. Toen was ze weg en toen werd ik heel bang. Want wat er namelijk kan gebeuren, ze had al het een en ander op papier staan. En ze was me niet meer goed gezind, want ik had haar vernederd. Ik had er namelijk mee geconfronteerd dat ze dat boek niet had gelezen. En ik wist ook dat ik op zo'n moment niet aan het langste eind trek. Want je kan door
zinnen op een bepaalde manier achter elkaar te zetten. Je kan mij daar behoorlijk in beschadigen op zo'n manier dat ik daar echt heel lang last van heb. Wat doe je dan op zo'n moment? En dat heb ik heel vaak in deze en in andere situaties. Lijmen. Dus weer contact zoeken, zeggen dat je nog wel eens wil praten, dat het misschien iets te emotioneel en te hard was. Uit angst dat iemand je krenkt en je politieke partij, dat je beschadigd raakt. En nou ja, ik heb in mijn boek een aantal van dit soort voorbeelden achter elkaar gezet in de hoop. Kijk, ik bedoel, laat ik niet zeggen dat alle Haagse journalistiek slecht is. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel hele goede journalisten. Maar ik vind dat het besef van macht onder Haagse journalisten volstrekt afwezig is. Politici zijn over het algemeen heel bang voor journalisten. Heel beducht. Hun eigen macht zien ze dus verkeerd. Ja. De politieke... Ze hebben veel te weinig besef van hun eigen positie en macht. Ja. Kijk, een oppositiepoliticus als ik van een kleinere partij, daarvoor is media, aanwezigheid in de media, relatief schaars. Je mag heel erg blij zijn als je 4 seconden in het NOS-journaal hebt. En dat is heel belangrijk, want dat is een moment waarop er miljoenen kiezers kijken en je dus jezelf kan presenteren. Je wil ook heel graag dat op dat moment er iets naar voren komt wat enigszins representatief is voor wie je bent, voor hoe je over wil komen. Want media, het zijn natuurlijk je poortwachters tot je kiezers, tot je publiek. Je kan in allerlei zaaltjes gaan staan, maar je bereikt nooit evenveel mensen. Daartegenover staat media, en daar is dit een heel extreem voorbeeld van, die vooral erop uit is om je te laten struikelen. Althans, dat is wat je voelt al die jaren. Dus je bent eigenlijk altijd bang. Je weet dat je ze nodig hebt. Je weet dat je naar voren moet treden. En je bent altijd bang dat men je laat struikelen. En ik heb daar in de loop van de jaren een aantal keren gesprekken met journalisten over geprobeerd te voeren. Heb het ook met mijn boek opnieuw geprobeerd te agenderen. En het verweer dat je snel krijgt is, je treedt in mijn onafhankelijkheid. Bemoei je er niet mee. Jij hebt je eigen belangen. Dus een wat meer gedistanceerd gesprek over macht die media vertegenwoordigt in een moderne politieke democratie is niet echt mogelijk. En dat vind ik heel jammer. Op de schermen staat een quote uit jouw boek, hè, over dat, en dat is zo illustratief voor die relatie politiek-media. En je zegt eigenlijk goed gebruik onder Haagse journalisten om ervan uit te gaan dat een politicus draait. Daar hebben we weer de norm die Balkenende gezet heeft en de onwaarheid spreekt. Bijna elk interview ertoe dient je uitspraak te ontlokken die je niet wilde doen. En je hebt drak op ingebakken oneerlijkheid. Wantrouwen die politici en journalisten ook. Ja. En hoe komt het nou? Er hoort een opmerking bij. Dat zat ik me al te realiseren toen je het voorlas. Het is een dodelijke wurggreep waarin men elkaar gevangen houdt. Daar komt de pers veel meer verantwoordelijkheid toe dan men vaak aanvaardt. Maar vlak politici niet uit. Het conflict... Huh? Mm-hmm. Ja, gelukkig. Ja, oké, ga door. Ik heb het gevoel dat ik je boos zit te maken. Dat is echt mijn intentie niet. Het draaikontvoorbeeld is een goed moment waarop journalisten ook terecht wantrouwend worden tegenover politici. Want... dit is niet het voorbeeld dat ik zou moeten noemen. In toenemende mate hebben politici apparaten om zich heen van spindokters, voorlichters, die hen moeten afschermen tegen beschadiging. En die niets anders doen dan boodschappen over zichzelf, de gewenste boodschappen, naar voren brengen en opnieuw naar voren. En daarbij slechte boodschappen over andere politici naar voren brengen. Er was in mijn tijd het beruchte voorbeeld van een politieke leider die niet 1 spindokter had, maar 4. En die terwijl andere politici, bijvoorbeeld tijdens de algemene beschouwingen, in de zaal hun verhaal hielden en met elkaar in debatten, niets anders deden dan over de perstribune schuimen en alsmaar praten met journalisten. Om ze af te leiden, om te zorgen dat ze de andere verhalen niet hoorden en om ervoor te zorgen dat als ze de verhalen wel hoorden, daar meteen ondertiteling bij zat. Dus er zit ook ongelooflijk veel manipulatie zit daarbij. Politici mogen daarin ook gewantrouwd worden, heel regelmatig. Dus, bedoel, dat maakt het ook tot een dodelijke wurggreep. Welke partij
Ja, dat is irrelevant. Meerdere delen net. En ik, als, straks vertel ik het je. Maar ik heb eigenlijk, weet je, toen ik dat boek schreef, had ik één voornemen. Heb me niet helemaal aangehouden. Maar dat is extreem indiscreet over mezelf zijn, maar wat discreter over anderen. Daar heb ik, ik denk met uitzondering van Balken en me redelijk aan gehouden. Ja, redelijk. Redelijk. Lees het boek, zou ik zeggen. Het zal wel een grote machtspartij, want je moet redelijk wat fractiemedewerkers hebben, wil je dit kunnen permitteren. Maar oké, dus die maar politici er worden zijn natuurlijk niet ook leugens verteld. Zeker. Hè? Dat is de nuancering. Er zijn ook politici dragen ook bij aan dit. Dit vind ik toch een vorm van democratisch bederf. Ja. En ja, politici hebben daar ook heel grote verantwoordelijkheid in. Nee. Dat door het woord mediacratie ook de schuld, de uiteindelijke schuld van de verwording van de politiek bij de media gelegd wordt. En ik vraag me heel erg af of het niet veel meer andersom zou moeten zijn. Dus dat we het over politicocratie zouden moeten zeggen. Nee, het spijt me zeer. Maar om de heel eenvoudige reden is dat politici hebben geen regie over de platformen waarop ze verschijnen. Met uitzondering van social media. Dus en daar gaan we het zo wat langer en, van, ja. En dan gaan we het zo. Maar elke verschijning van een politicus zit een filter in het publieke, in de publieke sfeer, in de kranten, op televisie, er zit een filter op. En dat filter, dat is de media. En we leven dus in een mediacratie. Al jouw kennis, al jouw waarheden, die komen misschien ook af en toe uit boeken, maar voor een, verder komen ze allemaal uit de journalistiek voort. Hmm. En er is heel veel goede journalistiek, maar niet alles. Kort, hè? Want als u al, u bent al een keer. Ik heb het gevoel dat ik in een loop zit. Er zijn ook vast andere. Sorry. Kort. Is het niet gek dat chefs, ex-chefs van het NOS-journaal. Ja, mediawoordvoerder worden. Precies. En niet één, meerdere. Ja. Ik vind dat eigenlijk niet echt kunnen. Nee, dus dat ze oud-journalisten gaan werken voor politici en oud-medewerkers van politici gaan werken voor. Bedoel, er zijn toch verschillende belangen en zij kunnen zich een beetje inhouden. Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Kijk, ons politieke bestel, ons rechtsstaat, is een symbolische orde waarin mensen verschillende rollen spelen. Zoals ik bijvoorbeeld, om maar een heel ander voorbeeld te noemen, ook altijd heb gevonden dat een advocaat een hoofddoekje zou moeten kunnen dragen. Omdat je namelijk onderwerpt aan de symbolische orde van de rechtszaal en het doet er niet toe wat je achtergrond is. Zo vind ik dat een journalist een politicus kan worden en een politicus een journalist. Op het moment dat je je voegt naar een andere orde, moet je daar ook in kunnen functioneren. Want anders komen mensen ook vast te zitten op bepaalde rollen en is alle speelsheid eruit. Maar dat heeft toch heel veel invloed op wat je doet als je weet dat je later een hele goede baan kan krijgen. Het zijn allemaal ongeveer even goed betaald, denk ik, even slecht. Ik wou even, want met het vorige blokje zei jij, Die politieke cultuur die is eigenlijk, die zouden we met z'n allen moeten willen bediscussiëren. Of we dit wel willen. Dat die ideeënpartij, dat het eigenlijk niet meer kan van een idee veranderen. Hier zou je kunnen zeggen, als je het hebt over democratisch bederf, dat er noodzaak is tot onderhoud. Ja, dat vind ik wel. En waar roep jij dan toe op? Als je al ergens nu toe oproept. Nou, om maar een vreselijk woord te gebruiken, zelfreflectie. Ja, sorry, het is echt een vreselijk woord. Bij journalisten. Huh? Bij politici. Ja. Misschien ook. Kijk, er wordt heel weinig in de politiek gesproken over de spelregels. Er worden ook heel weinig hele grote debatten gevoerd. Veel debatten zijn technisch, gaan over wetgeving. Ik denk dat het heel goed zou zijn als er in de politiek meer gedebatteerd wordt over waarden. Over wat vinden we eigenlijk van nationalisme, van patriotisme? Wat vinden we van de multiculturele samenleving? Welke plek heeft religie in ons bestel? Zijn kerken nog altijd vrijgesteld of niet? Ik vind dat je dat soort grote discussies zou moeten voeren. Ik denk dat dat reinigend werkt. Dat je daarmee jezelf dwingt, maar ook je tegenstanders dwingt om wat voorzichtiger misschien te formuleren.
Dat is één. Ik denk dat je zou moeten praten ook af en toe over je omgangsvormen. Want ik weet wel dat het helemaal getabouiseerd is om over de toon te praten. En ik bedoel dat ook niet op een manier die beklemmend is. Hè. Je mag dit niet zeggen, je mag dat niet zeggen. Van mij mag je alles zeggen. Maar wel over hoe je effectief kan zijn. En hoe je... Waar politiek natuurlijk heel erg aan leidt... Het is toch een steeds groter wordend gebrek aan geloofwaardigheid. En een steeds grotere onvrede onder burgers over hoe ze opereren. Dat is een gedeeld probleem. Duidelijk. Twee, ja. Als zij eerst zelfs ook goed, hoor. Ik wil reageren op de... Ik denk dat jij moet beslissen. Ja, heel goed. Heel vriendelijke, goede omgangsvorm. Nee. Hallo, ik ben Willa en ik werk ook met de media. En wat ik wilde zeggen is, een van de uitspraken die denk ik iedereen wel kent... There's no such thing as bad publicity. Dus, en dat is in dit geval wel zo, maar wat ik wilde aangeven is dat media ontzettend veel macht heeft. En dat ik wel erken dat dat inderdaad misschien niet altijd erkend wordt. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er momenteel in Amerika speelt... en wat er natuurlijk in Nederland net zo goed met Wilders bijvoorbeeld speelt... is die mensen krijgen een podium en ik... Of het nou een negatief of een positief podium is, ze krijgen een podium. En daar, mensen kunnen daar een idee over vormen. En dat, er zijn volgens mij heel veel mensen die minder een podium krijgen, minder een podium pakken, waardoor er ook minder mening over gevormd kan worden. En ik denk dat de media zich daar wel iets meer bewust van zou kunnen zijn. Want daar hebben ze gewoon ontzettend veel macht. Omdat het maar die kleine snippets zijn die wij meekrijgen als zeg maar de lezers, het volk. Dus ik denk wel degelijk dat media... En ik ben ontzettend, laat ik dat vooropstellen, voor vrijheid van meningsuiting. En ik ben ook ontzettend voor kritische journalistiek. Omdat dat volgens mij ontzettend nodig is. Maar ik wil wel meegeven dat inderdaad media wel een ontzettend machtig medium is. En ook steeds machtiger wordt. Dus, nou, misschien ik krijg behoefte om er nog een kanttekening bij te plaatsen. Bij wat ik zelf net ook zei. Ik heb de vervelende gewoonte om op internet de Daily Mail eens in de zoveel tijd aan te klikken. En dan alleen US Showbiz. Kim Kardashian, jurk op de rode loper enzovoort. We zijn er allemaal schuldig aan volgens mij. Ja, maar dat is de allerergste roddelrubriek die er is. De allerergste roddel. Ik bedoel, de meest verschrikkelijke paparazzi vinden een plooi bij Daily Mail. Daily Mail doet het zo goed, dankzij mij. Trump kan groot worden omdat mensen zoals ik... die filmpjes op YouTube eindeloos aanklikken. Dat is natuurlijk het ingewikkelde eraan. En daarmee komt het ook naar ons gewone burgers terug. Precies. We vreten het. Ja. We vinden het ook allemaal ontzettend lekker. Ja, en voor een deel reageert media daar natuurlijk ook op. Ja, zeker met het huidige klimaat van de media... waar ze natuurlijk heel zwak hebben of heel moeilijk hebben... snap ik ook wel dat ze vechten om lezers. En, Ja, maar het is ook hun journalistieke plicht. Ja, ja. Om natuurlijk ook nieuws te brengen waar lezers in geïnteresseerd zijn. Niet alleen. Ik bedoel, de plicht is ook om mensen te informeren. Ja. Ze hebben ook een democratische plicht. Maar ja, wil je die kunnen vervullen, moet je wel zorgen dat je lezers hebt. Dank. Even kijken. Felix, wat zij ook wil, hoor. Nee, het is oké. Okay. Felix Woudenberg. Vanuit mijn perspectief, politiek gaat voor mijn gevoel niet over feiten, maar over meningen, hoe we dingen naar plaats geven, waarderen, hervalideren. Ja. Als samenleving opbreken, ophemelen, verwerken of accepteren. En juist momenteel in onze tijd, waar we praten over cultuur, waar we momenteel rijk genoeg zijn om te vragen waarom in plaats van wat. Hoe mooi is dat eigenlijk, European narrative? En voor een groot deel, op dat moment zoeken we naar hoop, zoeken we naar angst, maar tegelijkertijd kijk naar de media. Tegenwoordig schrijven we niet geschiedenis, we livestreamen, terwijl we aan het demonstreren zijn. Laatst kom ik terug van de kolenmijndemonstratie in Duitsland, met dezelfde de kisten loop ik ook door de Tweede Kamer heen. En we livestreamen gewoon wat we daar aan doen zijn. Een kolenmijn aan het inpakken. Als je momenteel demonstraties hebt, dat is momenteel live. En vanuit mijn kant voornamelijk de vraag, want hoop maakt hoop. Angst maakt angst. Leiderschap maakt leiderschap. Hoe sterk kunnen we voortje? Want uiteindelijk is democratie slechts een middel om naar voren te gaan. Progressie is naar voren. En als je voldoende personen met een sterk genoeg vlam naar voren kan krijgen. Ik bedoel, hoe mooi is vrijheid? Hoe mooi is liefde? Hoe mooi is welgevendheid? Alle Yo. Zaken daaromheen. Hoeft helemaal geen reactie op, is gewoon een prachtig betoog.
Vaste bezoeker van onze New Democracy-reeks. Dus dank weer voor dit prachtige... Dit was een gedicht. Ja, dat was een prachtig. Ja. Ja. Fijn dat je gedemonstreerd hebt. Die kolenmijn was in ieder geval 2 dagen dicht. Heel goed. Ja. Goedendag. Dank daarvoor. Voortreffelijk gedaan. Benno Wiersma. Als we ons afvragen, als een politica, in de situatie macht ideeën. Ja. In de situatie politiek is een heel keurslijf waarin je moet opereren. Het is een heel moeilijk veld. Mijn vraag is, zou je die veel meer, en als zakenman zit ik meer in de to-the-point situatie, dan dat we, waar we naartoe willen gaan. Ja. Maar dat ik zeg, kunnen we niet veel meer vanuit de politiek, en dan kijk ik naar u in dit geval, vanuit de politiek, vanuit het keurslijf, na de politieke situatie, veel grotere veranderingen teweeg brengen. Ja. In de situatie waarin we zitten. Want er moeten dingen gedaan worden. Ja. Er moeten niet dingen bediscussieerd worden. Interessante vraag. Waarom praten we... misschien moeten we de symbolische orde toch nog er even weer bij pakken. Waarom praten we over zoveel dingen als er gewoon dingen gedaan kunnen worden? Omdat we het erover eens moeten worden welke dingen gedaan moeten worden. En dat is waar democratie over gaat. Ik bedoel, we zijn het niet vanzelf eens. We hebben verschillende ideeën over de economie, over... Ik ben dat met u eens, maar ik durf helemaal mee eens. Alleen ik zie in de periode van de afgelopen 20, 30 jaar... een verandering in de komen tot een consensusmodel. Vroeger ging het op een andere stakeholdersmethode. We hebben alle partijen meegemaakt die zeiden... dat willen we niet, dat kunnen we niet. We zeggen nee. Ik denk persoonlijk, en met mij steeds meer mensen, kunnen we niet elkaar veel meer betrekken bij het stakeholdersmodel. Ja, iedereen betrekken. Dat we al in het veel eerder stadium tegen elkaar zeggen, dit is een groot probleem. Ja. Laten we definiëren en laten we dan met elkaar, het energieakkoord is helemaal uitgebreid en veel te groot geworden. Ja. Maar het is wel een methode waarom we het met elkaar kunnen zeggen. Maar u pleit eigenlijk gewoon voor het poldermodel? Nee, ik pleit niet voor het poldermodel, want dat is een Poolse landdag. Ik pleit voor toch wel... Nou, niet in mijn beleving. Nee, het hangt van de uitwerking af en van de krachtdadigheid van de leider. En ook hier speelt het leiderschap een hele belangrijke rol. Oké, dank. Dus ik ga hem iets breder trekken, als ik mag. Dat is namelijk wel dat... Ik zeg even tegen de regie dat ik het correspondentfragment ga skippen. Ik laat het over. Dank. Maar ik ga even... u mag ook nog even blijven staan. Oké. We hebben het eerst even over die politieke cultuur gehad. Toen hebben we het over de relatie politicus-media gehad. En allebei zeg je eigenlijk zijn aan onderhoud. Moeten we eens grondig over nadenken of we zo willen doorgaan op de weg waarin we ingeslagen zijn. Ja. En deze meneer zegt eigenlijk... moeten we niet eens nadenken over een ander soort model waarin we sneller tot actie kunnen overgaan? Tot handelen. Ja. Zucht. Ja, ik weet nooit zo goed wat dat dan zou moeten zijn. Ik bedoel, kijk, het Nederlandse overlegmodel is altijd redelijk effectief geweest. Dus een mooi proefschrift van Jan-Willem Duivendak, die het Nederlandse overlegmodel vergeleek met de Franse wijze van besluitvorming. En daar is in Nederland, af en toe wordt daar mee gedweept, namelijk polarisatie, heftig, tegenover elkaar staan. En dan een staking eens in de zoveel tijd, waardoor het land plat ligt. Maar je ziet dat verandering in Nederland door dat model van overleg, van iedereen bij elkaar aan tafel, veel achter gesloten deuren, redelijk effectief is om snel veranderingen te bewerkstelligen. Het is niet even zichtbaar. En waar we nu mee te maken hebben, is gewoon de backlash van dat overlegmodel, dat natuurlijk te veel een besloten sociëteit was geworden de afgelopen decennia. Dat was te veel. Ja, een stand. Precies. Ja, vooral van heren die het heel goed met elkaar konden vinden. Mevrouw. En ook wat we eerst gehoord hebben, wat ik een beetje mis, als we het over politieke cultuur hebben, hebben we het niet alleen maar over politici en politieke partijen. Nee, dat en dat missen we vanavond, maar we missen het eigenlijk al heel lang in Nederland. Het is de straat, het is het individu tegen politici. En misschien worden er wel te snel besluiten genomen, want je moet heel snel laten zien dat je kunt dat je wat in je mars hebt, want als je verlies je. Waar zijn die maatschappelijke organisaties gebleven waar het debat plaats moet vinden? Politici spelen een andere rol. Je hebt het over rollen gehad.
Er zijn toch ook andere organisaties en die mis ik en die zijn eigenlijk verdwenen. Ja, en het is dat spelletje geworden tussen media en politici en die daar de grootste mond hebben en het snelst op Twitter uit de heup kunnen schieten, die maken het dan. En ik denk dat er juist weer ruimte moet komen voor debat. Zonder dat je ontkent dat politici in die tijd gewoon ook door moeten gaan denken over maatregelen. Daar gaat het verder niet om. Ja, u heeft gelijk. Ik denk wat er gebeurd is de afgelopen 30 jaar, en overigens dat mogen progressieve politici zich ook heel erg aantrekken, is dat een groot deel van het maatschappelijk middenveld verstatelijkt is geraakt, gesubsidieerd is, dicht op de staat is gekropen, ook aan de regeringstafel zat, hè, en ander eindeloos aan het overleggen werd. En toen kwam er een andere wind op en zijn alle subsidies weggevallen en zijn die maatschappelijke organisaties opgehouden te bestaan. Leiden een vegeterend bestaan en komen vooral naar voren om te klagen over de gebrekkige subsidies die ze nog maar ontvangen. Dus daar is, en het geldt overigens, dat gaat van vakbeweging tot universiteiten, tot welzijnsorganisaties, maar er heeft natuurlijk een enorme verstatelijking van het particulier initiatief plaatsgevonden. Voor een deel is dat in de jaren 90 teruggegeven aan de markt, wat ook niet heel verstandig was. En ja, het ingewikkelde alleen is, dat is natuurlijk ook aan burgers zelf. Omdat, hè, als je dat wil herlevendigen, als je wil dat dat terugkeert, zul je het zelf moeten doen. Maar dan is het goed om over politieke cultuur breder te praten. Ja, dat ben ik met u. Ben ik volstrekt met u eens. Zullen we naar het videofragment van Lucas de Man gaan? Oh. Dus dan... Mag zo. Wordt u op uw wenken bediend, mevrouw? De macht van de massa bleek enorm. Zo kwamen er bij de afgelopen verkiezingen 5 onafhankelijke burgemeesters aan de macht, gesteund door de volksbeweging. Daaronder Manuela Carmena in Madrid en Ada Colau in Barcelona. Je ziet dat er dus een nieuw soort politiek komt, waar de politicus eigenlijk ruimte maakt voor mensen om mee te kunnen denken en mee te kunnen doen. Maar wat zo mooi is als bijvoorbeeld de burgemeester van Barcelona en van Madrid nu, komen niet van een politieke partij, zijn gekozen door de mensen en die doen 2 soorten democratie tegelijk. Representatieve, wij zijn verkozen en maken een agenda op, oké, gaan we doen. En per onderwerp gaan ze naar groepen burgers die daarmee bezig zijn, die daar al jaren in gespecialiseerd zijn en ze gaan met hun in gesprek om uiteindelijk goede beslissingen te maken. Dus dat is eigenlijk openlijk durven weten als politicus, openlijk durven zeggen als politicus, wij weten niet alles. Wij samen weten veel meer. Laat ons samen gaan kijken hoe gaan we het doen. Maar wat er in Madrid gebeurde, dat gebeurde omdat het iedereen overkwam dat het minder werd, dat het moeilijker werd. Nou, dat ze daardoor elkaar. Ja. Kijk, in Griekenland is dat ook gebeurd. En wat je daar ziet is een andere reactie. Ik bedoel, het is niet omdat een land plotseling een economische crisis... Ja, zie je daar een andere reactie? Ja, natuurlijk. Wat dan, bijvoorbeeld? Nou, kijk, wat je overal ziet zijn dingen die hetzelfde zijn. In elk land, ook in Nederland. Namelijk dat herzoeken naar sociaal denken zonder dat dat vanuit een socialistische ideologie is. Weet je? Je ziet mensen eigenlijk heel erg denken van, wij zijn niet socialistisch links of rechts. Wij proberen weer een soort menselijkheid te vinden. Iets waar we elkaar kunnen ontmoeten. Hè? Daar zoeken we naar. Nou, en wat je merkt in Spanje, heeft dat geleid tot echt netwerken, organisaties, bewegingen, noem maar op. Pogingen. Ik zeg niet dat het beste ever is, maar wel pogingen die ik ongelooflijk interessant vond. De quote, mevrouw, zei tot nu toe in het gesprek, hebben we het nog weinig over de burger. En wij hier in het pakhuis, de programmamakers van het pakhuis, en dan word ik soms gevraagd om op het podium dat gesprek te leiden, maar de programmamakers van het pakhuis hebben de afgelopen jaren ongelooflijk geïnvesteerd in het samenbrengen van wat in het pakhuis dan de stadmaker is gaan heten. En nu is in heel Europa zelfs citymakers wordt gesproken. En dat zijn mensen. Jullie hebben navolging in heel Europa. Ja, zeker. Okay. Hartstikke aan hen, hè? Niet aan mij, maar ja, hartstikke goed. En, mag ik ook even een vraag stellen? Ja, mag zo, meneer. En excuus. En die mevrouw zei, waar zijn die burgers in dit gesprek? En dat wou ik er nu gaan inbrengen, als met uw permissie, maar ook met opdracht van de programmamakers van het pakhuis. Ja, meneer. Nou ja, ik vond dit ook wel een mooie quote, omdat dit inderdaad laat zien dat er van onderop wel degelijk een nieuw elan aan het ontstaan is, waarbij er dus wel mogelijkheden zijn voor dialoog.
En dat is men echt aan het ontwikkelen. Dus dat vind ik zeer interessant. Ja. In eerste instantie, ik ben ook in Nijmegen geweest op die avond. Ik vond bij de correspondentenavond. Ja, de correspondentenavond. Geweldige avond. En als ik jou nou hier ook weer hoor, dan denk ik eigenlijk... wat er als het ware ontstaat is een academie voor democratie, zou je bijna zeggen. Van, er moet een concentratiepunt komen voor democratie. Niet speciaal om een bepaalde partij te promoten, maar gewoon om democratie als het ware weer nieuw elan te geven. En dat kan van alle lagen, is dat ook nodig. Want er zijn heel veel culturen waarbij in Nederland nu, waarbij dat helemaal niet zo diep geworteld is als in de traditionele cultuur. Dus dat is ook een reden om het te doen. En ook omdat je ziet dat in de politiek de dialoog echt aan het verdwijnen is. Dus mijn vraag is van, ja, is het inderdaad een goed idee om... Mooi punt. Kijk, in democratietheorie, maar ook gewoon in het nadenken over democratie, zit heel erg, hoe word je democraat? Dus hoe leer je nou wat democratie is? En dan gaat het heel erg over niet zozeer die instituties, maar hoe leer je nou met elkaar samenleven en afspraken maken over hoe je in de publieke ruimte ten opzichte van elkaar je verhoudt en hoe je de gezamenlijke collectieve middelen deelt. Die meneer vraagt eigenlijk, moet er een instituut voor de democratie, een leersacademie was uw term. Ja. Hoe maak je zorgen over de democratische, over de brede, de grote brede democratische cultuur van dit land? Nee. Eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk dat... ik maak me zorgen over de politieke klasse. Precies. En over de elites in Nederland. Ik vind dat ze een chronisch slechte voorbeeld geven. En dan bedoel ik journalistiek, politiek, noem maar op. Maar ik denk dat Nederland nog altijd een vrij wellevend en democratisch land is. Ik bedoel, er wordt wel hard met elkaar gepraat. Maar ik denk ook dat er nog altijd redelijk veel ruimte is om af te wijken. Ik bedoel, je moet niet actief op Twitter zijn, want dan krijg je echt een andere indruk. Maar dat is maar een heel klein deel van Nederland. Maar over het algemeen... Weet je, bedoel, er is, nou, laten we de vluchtelingencrisis nemen. Er is natuurlijk ontzettend hard geprotesteerd. En dat vloog ook uit de bocht, was sprake van extreem rechts. Tegelijkertijd zie je in Nederland ook dat er meer vrijwilligers zijn dan er werk voor is. Dus een enorme bereidheid van veel mensen om zich te engageren. En veel mensen zijn daarover ook met elkaar in gesprek. Ik denk wel dat onze samenleving aan het veranderen is. Ik denk dat wij lang in een redelijk homogene samenleving hebben geleefd... waarin de conflicten zachter waren. En in een multiculturele samenleving waar mensen... culturen met zich meedragen, gedrag met zich meedragen, wat soms echt heel erg schuurt, is het niet altijd even vriendelijk. Maar eigenlijk vind ik nog steeds met Nederland op zichzelf niet zoveel mis. Goedenavond. Ik ben Jasper, ik ondernemer in Amsterdam. En ik was hier een paar weken geleden en het ging over, was een tegenlichtuitzending ook, over data. En was de gemeente Amsterdam was hier aanwezig en ondernemers en burgers ook gewoon in de zaal. En de CTO van deze stad, Gerberon, wellicht bekend. Chief Technology Officer. Chief Technology Officer, opperhoofd ICT innovatie. Gerberon, toch? Ja, yeah. Gerberon. Die stond hier voor de zaal en de discussie liep op van ja, wie is de eigenaar van de data. En, yeah. Is dat dan het bedrijf, is dat de overheid en hoe zet je dat zijn in? Zijn ze van burgers? Of zijn ze van burgers, van de gebruikers? Ja. En dat liep op. En het was een interessante discussie. Het was een open discussie aan de hand van die tegenlicht. En daar kwam natuurlijk ook naar voren van... Naar aanleiding was natuurlijk van de technologische ontwikkelingen... die er nu aan de hand zijn met robots, zelfrijdende auto's, big data, ja. alles. Wat de komende jaren allemaal gaat komen. Toen zei hij op een gegeven moment, zei hij verrassend... van, ja, maar ik weet het ook allemaal niet, jongen. Ik zeg, als er mensen in de zaal zijn, g.baron@amsterdam.nl... stort het in mijn mailbox. Ik ben ook maar, ja, ik doe mijn best, maar ik weet het ook niet allemaal. Dus hij legde de vraag naar de burgers toe... Van ja, kom ons helpen. Het is ook jouw stad, het is ook onze stad. Ja. Stort het in mijn mailbox en wellicht gaan we er wat mee doen met die ideeën. Ja. Ik vond die dialoog uitermate ontmaskerend en heerlijk open. Ja, maar de vraag is of we dat vervolgens ook doen.
Ik heb voor de afgelopen jaren een rapport voor de overheid moeten schrijven over behoorlijk bestuur in de semi-publieke sector. En het uitgangspunt in het rapport dat wij presenteerden was... het zou goed zijn als bureaucraten, politici, anderen zich realiseerden... dat de semi-publieke sector het bezit van burgers is. Ja, uiteindelijk, het is ons belastinggeld, zijn wij degene die eigenaar zijn van het onderwijs, de zorg, noem maar op. Dat veronderstelt tegelijkertijd ook dat wij burgers bereid zijn om te investeren. En ook werkelijk deel te nemen. Nou, laat ik mezelf maar eens als slecht voorbeeld nemen. Ik heb kinderen in schoolgaande leeftijd. Ik word heel regelmatig door de school benaderd of ik actief wil worden. En dat varieert natuurlijk van ontluizen. Hè? Dus dat zit je helemaal onder in de hiërarchie van actieve ouders. Nou. Maar altijd heel nederig beginnen. Ja. Ja. Het wordt ook heel erg gewaardeerd. Ja, het wordt... God, ik heb een kut jeuk ervan. Ik krijg meteen jeuk. Maar meedenken over hoe je de scholen vormgeeft. Ik merk dat ik ook vaak gewoon een luie consument ben. We zijn natuurlijk als burgers ook heel erg getraind in achterover hangen... en verwachten dat het geregeld wordt. Dus ik vind wel dat bij het verlangen om als burgers serieus genomen te worden... moet wel ook de eerlijke vraag aan onszelf... is, hebben wij hier eigenlijk wel trek in? Of willen we gewoon een goed georganiseerde bureaucratie, bijvoorbeeld? Ik ben er voor mezelf niet helemaal uit, hoor. Bij de gedachte dat ik overal inspraak moet gaan geven, word ik ook een beetje... Ik ga liever met de hond wandelen. De hoogleraar en professor die ik heb horen spreken... moeten we ons voorbereiden op een totaal ander tijdperk. En of, of je gaat mee als burger... En je houdt je actief op de hoogte en volgt ontwikkelingen. Of je gaat onder struisvogelpolitiek. Het is er niet, het gebeurt niet, enzovoort. Dan kom je op een dag onder die steen vandaan en dan kom je in een ander tijdperk terecht. Ik ben niet met u oneens, maar u beschrijft wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. En daar kunt u waarschijnlijk gelijk in hebben. En ik werp daarbij alleen de vraag op, is, zijn wij met z'n allen eigenlijk wel geëquipeerd of hebben we er wel zin in? Ja. Omdat ook... Kijk, ik weet dat Hans Dijkstal ooit een jaar na de moord op Van Gogh... Mm-hmm. zei dat kiezers zich soms gedroegen. Wat was het? Als verwende... Ja. Nou, het was niet nee. Vleiend. Wat zegt u? Consumenten. Verwende consumenten? Als verwende consumenten. Ja, dat was ook het einde van zijn politieke carrière, die uitspraak. Die was toch al in zicht... Dat is natuurlijk een uitspraak die je niet doet als politicus. Vind ik ook eigenlijk echt, hoor. Dat je die niet behoort te doen. Maar ik ben geen politicus. Mag wel een keer de vraag opwerpen... of wij met z'n allen, en ik ook niet af en toe... wat kritischer naar onszelf moeten kijken. Want we mopperen een eind weg... en af en toe dan geven we een proteststem bij een of ander referendum... en verder denken we, God zegene de greep. Dat is natuurlijk ook social media, veilig vanaf de zolderkamer. Ja, zitten we allemaal als toetsenbordhelden een beetje te filmineren. Voilà. In België hebben ze een programma, dan gaan ze bij de mensen thuis langs. En dan vragen ze, wat bedoelde je precies? Uitermate interessant. Zo bedoelde ik het allemaal niet. Ja. Of kliktivisme. Gewoon lekker vanuit je Facebook een beetje... Ja. Ja, dit roept allerlei reacties op. Vertel. Mijn naam is Michelle. Ik werk voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dus ik ben weer een nieuwe categorie, de ambtenaar. We hebben het aan het begin van uw verhaal begon u met... politica heb ik het ook gemerkt dat het ook veel ging om mijn eigen ego. En ik heb geleerd me af en toe ook iets meer op de achtergrond op te stellen... en even na te denken voordat ik mijn eigen persoonlijke overtuigingen uitspreek. Dat het ook ging om het dienend zijn aan het publieke debat. Nou, we hebben net geconstateerd, ook als burger is het lastig... om soms je eigen visie of je mening kwijt te kunnen... want zoveel van die platforms zijn er niet meer waarop je mee kan denken... En als ambtenaar heb ik de afgelopen maanden geprobeerd om een project op te zetten voor Rijksoverheid ambtenaren om samen te werken met vluchtelingen. Dit heeft op ontzettend veel weerstand geleid, met name van mijn afdeling communicatie. Die heeft gezegd, we gaan hier niet aan meedoen, wij schermen mijn minister af voor iedere vorm van publiciteit die met vluchtelingen te maken kan hebben, want het is een gevoelig punt. Ik wil ook absoluut niet dat jij zelf publiciteit opzoekt met jouw project. En
Daar heb ik heel veel moeite mee gehad, want ik, ik vond dat ik het verplicht was aan mezelf, aan mijn eigen overtuiging en aan de vluchtelingen zelf, omdat het iemand een keer voor hen opnam. Dat er een keer juist de publiciteit werd opgezocht om te laten zien wat voor een ongelooflijk grote groep aan vrijwilligers er wel niet is in Nederland, die ze wel een warm hart toedragen. Om een stukje warmte en menselijkheid toe te voegen aan het hele debat dat de VVD leidt met soberheid en rechtvaardigheid. En op dat moment kreeg ik te horen van mijn afdeling communicatie: als ambtenaar ben je dienend aan het publieke debat. Je hebt geen enkel sturende rol daarin. Terwijl ik van mening ben, wij hebben toch een adviserende rol aan mijn minister. Die juist wel het publieke opinie, het politieke debat kan sturen. Maar je bent ook niet dienend aan het publiek debat. Je bent dienend aan het algemeen belang. Dat is echt iets heel anders. En je kan zelf vormgeven op welke wijze jij denkt dienend te zijn aan het algemeen belang. Maar op welke wijze doe je dat nog? Wanneer er eigenlijk bijna geen enkel platform dus meer is. Niet binnen de ambtenarij, niet binnen de politiek en niet binnen de burgerinitiatieven. Dan schep je dat. Ja, ik bedoel, het is heel makkelijk. Ja. Ik realiseer me, het is heel makkelijk gezegd. Ik was een tijdje geleden bij de jaarlijkse conferentie van juristen binnen de Rijksoverheid. We hadden precies dezelfde worsteling. Met name juristen zijn natuurlijk heel dienend. Hè, als ambtenaren vinden dat ze eigenlijk alleen maar vorm hebben te geven wat een ander uitspreekt. En tegelijkertijd bereiken ze ook hun grens in dienend zijn, omdat bijvoorbeeld de overheid of de politiek vaak niet rechtsstatelijk opereert. En zij een andere definitie hebben van het algemeen belang. Ik vind dat je als ambtenaar, bijvoorbeeld zoals je dat ook als militair in iets mindere maat hebt, natuurlijk ben je dienend aan, laten we zeggen, de politieke definities die anderen hebben gegeven. Maar niet helemaal. Je houdt een eigen verantwoordelijkheid. En je houdt je eigen definitie van het algemeen belang. En daar kun je zeker vorm aan geven. En volgens mij het project dat jij hebt gedaan is prachtig. Ja. Ja, ja. Ja, echt. Ja, ja, heel erg. Ja. Ja. Nee, en eigenlijk roept mevrouw Hasma op om niet in het frame van de ander te stappen. Dus ja, het frame dankjewel. Van wat, ja. wat een ambtenaar is. Dus er is een eigenstandige onderzoek nodig naar wat jij de definitie van jouw ambt ziet. En daar, dat onderzoek moet je aan durven aangaan. Wat zegt u? Ik zei dat in haar rol. Dan... Ja, jij hebt medestanders, jij staat niet alleen. Ja, maar toch was een afdeling communicatieoppermacht. Ja. Ja, maar. Blijf even bij de microfoon staan, dan kunnen we mee. Ja, dus mevrouw vraagt, hoe kan jij dat doen? Hoe lukt het? Ja, want zeker wanneer we dus geconfronteerd worden met die mediacratie, waarin dus een minister genadeloos afgerekend kan worden op al een bonnetje, laat staan op een verkeerd standpunt in een vluchtelingendebat, wordt hij daarvoor afgeschermd. Terwijl het toch juist zijn rol is om te laten zien aan de burgers, kijk ook zelf om je heen, voel je ook zelf verantwoordelijk voor je omgeving en het welzijn van anderen. En er is geen mooiere manier, vind ik, dan om te laten zien dat hij zijn eigen ambtenaren ook stimuleert om het goede voorbeeld te geven. Een stukje maatschappelijk verantwoord ondernemen voor het ministerie, dat tot nog toe niet verder komt dan een stukje duurzame bedrijfsvoering. Ja. Nou ja, eerlijk gezegd denk ik dat communicatieafdelingen binnen de Rijksoverheid totaal archaïs zijn. Geen enkel benul hebben van wat modern bestuur eigenlijk vereist. Ik heb het net meegemaakt, dat zul jij van weten, met mijn vriend die een film over de missie in Mali heeft gemaakt. Lag ook niet heel lekker bij buitenlandse zaken. Heet de missie. Ja, de missie, ja. Maar wat je ziet, is dat er een enorme angst bij communicatieafdelingen is om je te verantwoorden over wat er wel en niet goed gaat. Terwijl je veel minder kwetsbaar wordt als je gewoon verantwoordt. Ja. Het is juist het duiken voor verantwoording. Dat is wat heel veel mensen niet trekken. En wat ze allemaal aan hun water voelen. Dat is wat er zo misgaat bij Ella Vogelaar op het laatst. Dus ze had hem of gewoon moeten zeggen, lazer een eind op. Of ze had verantwoording af moeten leggen. Ja. Maar niet dat zwijgen, dat onmachtige zwijgen. Ja, die defensieve houding, het van tevoren al zelfs een zuur opleggen. Want ze zeiden, we kunnen ons goede verhaal niet kwijt in de media. Angst. Ja. Ja. Nee, ja. En hoe is natuurlijk massa creëren. Met meer mensen zijn. Ja. Dat is hoe je je organiseert. Ja. Goed. Succes. Ja, meneer. Dag. Ik ben Pim. Dag Pim. Dag. Ik heb het idee dat de afgelopen 20 jaar er geleidelijk aan een grotere kloof is ontstaan tussen zeg maar het politieke debat en het publieke debat op een aantal onderwerpen.
Bijvoorbeeld zaken die te maken hebben met de EU, waar politici als het ware een traject voor zich zagen dat afgewerkt moest worden, waar ze over de inhoud hier en daar wel misschien in nuances van mening verschilden, maar waarvan zeg maar, het traject helemaal open, gewoon gereed lag om afgewerkt te worden. De toetreding tot de euro. Ja, ja. De toelating van een aantal andere landen. Ja. Enzovoort, enzovoort. Waarbij op een gegeven moment de kiezers tot de conclusie kwamen van... jongen, jongen, wat is er allemaal gebeurd? Er zijn een aantal landen toegetreden. We zijn lid geworden van de euro. En waar was dat maatschappelijk debat daarover? En daar hebben we helemaal niets over gehoord. Ja. Okay. We zijn overvallen door een aantal dingen. En ik denk dat dat traject nog steeds verder gaat. Ja. Okay. En dat je dat op een aantal andere terreinen ook weer terugziet. Dank. Eens? Ja, ik denk dat u gelijk en ongelijk heeft. Eén, ik denk dat er geen kloof is tussen politiek en publiek, dat er juist te weinig kloof is. Vroeger was de politicus was een heer van stand met een hoge hoed op, in de jaren 50. Die zat in de nok van de zuil en heel af en toe daalde die af. Als gewone burger, daar verstond je je niet mee. Nu is de politicus net je buurman en vraag je heel erg vaak af, wie ben jij dat jij denkt voor ons het debat te mogen voeren. Ik denk eerlijk gezegd dat wel eens het probleem is dat politici en burgers te dicht bij elkaar staan. Dus dat er geen weinig gezag of respect is. Dat is één. Dus in de verhouding tussen politiek en burgers denk ik niet dat er een kloof is, misschien juist een tekort. Dan iets anders, daar raakt u ook aan. Ik denk wel dat er een bureaucratische werkelijkheid is ontstaan die voor de meeste burgers onbegrijpelijk is geworden. Ik werk als bestuurder in de gehandicaptenzorg. En daar hebben wij op dit moment de kwestie Aliade. Ik weet niet of u dat heeft gehoord. Dat is een hele grote gehandicapteninstelling in het noorden van het land. En die werkt met leveranciers, zorgondernemers. Met wel 30 BV's. Zitten daaromheen in een heel ingewikkelde constructie. Het is allemaal binnen de wet. Is geen wet overtreden. De bestuurders in de gehandicaptenzorg die zeggen ook, wij snappen niet waarom hier is iets misgegaan. En ook behoorlijk mis. De bestuurders in de gehandicaptensector die zeggen, wij snappen niet waar die verontwaardiging vandaan komt. Iedereen weet het toch, zo organiseren we het al 15 jaar. Dat is toch bekend? Een gemiddelde burger denkt, oh, wat is hier in godsnaam aan de hand, zeg. Zorgondernemers, BV's, ik wist dit allemaal helemaal niet. Dus er is een bureaucratische realiteit die op geen enkele manier nog in overeenstemming is, dat is wat u zegt volgens mij ook, met de wijze waarop burgers eigenlijk hun samenleving georganiseerd willen zien. En dat is een heel groot probleem. Hoe je de geest weer in de fles krijgt. Want we hebben natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar bureaucratieën opgetuigd. Hè, vaak als hybride organisaties tussen de markt en de overheid in. Die je niet zomaar meer eenvoudig krijgt, of het nou met onderwijs of de zorg gaat. Het zijn hele ingewikkelde organisaties. En ik denk, en dat geldt overigens ook voor regelingen in de Europese Unie, voor organisatie van de Europese Unie, de voorbeelden die u noemt. Hoe je dat zomaar vereenvoudigd krijgt en weer bij elkaar gebracht, dat weet ik ook eigenlijk niet precies, hoe je dat moet gaan oplossen. Behalve misschien het af en toe beter verdedigen. Beter uitleggen hoe ze hebben kunnen ontstaan. Verantwoording afleggen. Weer verantwoording afleggen. Dat is weer een hele moeilijke andere discussie. Ja, maar dit is toch wel wat u bedoelde? Dat is wel wat ik bedoelde. Ja. Op het eerste punt ben ik bang dat ik het toch niet helemaal met u eens ben. Nee, nou, maar dat mag. Nee. Gelukkig. Okay. Ja. Het zou verschrikkelijk zijn als iedereen het met Femke Halsema maar eens was. Altijd, hè? Nou, als dat 10 jaar eerder gebeurd was, dan had het leven er heel anders uitgezien.
We begonnen dit kleine blokje en het is 9:55, dus we gaan zo afronden. Een aantal mensen moeten al de tram halen. Ja. Maar we begonnen dit blokje met Lucas de Man, met dat fragment uit Tegenlicht. Waarin hij een tocht door Europa had gedaan. Hij heeft hier ook meerdere keren met zijn voorstelling gestaan. Waarin hij lichtpuntjes laat zien van die burgerbeweging. Die in alle steden van Europa aan het ontstaan is van burgers die een nieuw ideaal, een nieuwe samenleving. Zoals hij zegt, de menselijke maat weer terug in de relaties. Sociale politiek zonder een socialistische pamflet te willen schrijven. En dan verwijst hij onder andere naar Barcelona en Madrid. En toen zei jij, grappig, dat zijn allemaal mensen die hun eigen verantwoordelijkheid nemen. En die inderdaad heel veel inhoud geven, tijd besteden aan burgerschap. En toen maakte jij de opmerking, nou, als ik naar mezelf kijk, ik weet niet of ik er wel zin in heb. En misschien is dat geldt dat wel voor veel mensen. Maar er zijn ook heel veel mensen die het wel doen. Die het wel doen. En, en die mensen die schuren vaak aan tegen politiek. Maar hebben heel vaak ook, als ze er al relaties mee hebben, er een problematische relatie mee met die politiek. Omdat die zo weinig soms receptief is of openstaat voor die opmerkingen van die beweging. Van maar dat is ook heel goed. Ja. Dat is helemaal niet erg. Exact. Ja, natuurlijk, anders raakt het meteen geïnstitutionaliseerd. Anders wordt het meteen deel van de politiek. Het zijn voor een deel natuurlijk ook tegenbewegingen. Het zijn subculturen. Weet je, de samenleving wordt opnieuw gevormd in kleine sociale verbanden. En dat schuurt tegen de politiek aan. Dat is ook heel goed. Weet je, het einde van de vrijplaatsen was in zicht toen ze officieel door de gemeentes aangewezen werden. Dat is niet hoe een vrijplaats werkt. Die verover je op de politiek. Dus nou, ik wens dit soort kleine organisaties een subversief bestaan. Ja. En hoop dat ze, terwijl ze subversief zijn, veel massa verzamelen. Precies. Subversieve massa, dat is wat je eigenlijk wil. Ja. Nou ja, weet je wat af en toe een beetje jammer is? In de jaren 70 en 80 kon je als jonge burger er eer in leggen om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Hey, je mocht niet zeggen, de rechtsstaat is de onze niet. Je bleef een beetje zo op de grens van de rechtsstaat opereren, maar je was wel een beetje stout. Burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is eigenlijk in de atmosfeer van de criminaliteit zo ongeveer terechtgekomen. Dan moet je ook wel weten waar je grens ligt. Hey, je moet niet zomaar de wet over. Maar een zekere renaissance van de ongehoorzaamheid, de stoutheid, zou best leuk zijn. Daar wou ik mee. Ja, dat wil jij als, als libertariër, wil je dat wel? Ja. Dat lijkt me een mooi einde en ook een hele mooie oproep aan al die mensen die soms dan toch weer de behoefte hebben om zich te laten institutionaliseren of bij de macht te horen. Ja. Terwijl de plek om subversief te zijn, een beetje stout zijn, misschien wel de allerleukste plek is. Wacht één seconde en dan gaan we even kijken hoeveel mensen met jou naar de microfoon komen. Femke Halsema komt, ik ben hier redelijk vaak als gespreksleider, maar Femke Halsema niet altijd. En die weet dus niet mijn gewoonte dat ik de zaal altijd het laatste woord geef. En, dus ik hoef ook niet meer te antwoorden? Nee. Oké. Okay. Behalve aan de bar misschien nog. Maar ja. Dat is een oproep aan diegene die wie wil het laatste woord. En de eis die ik daar aan stel is dat het een opmerking moet zijn die iedereen die nu nog hier om 9:55 zit, die ook echt moet horen. Dus het moet echt voor iedereen relevant zijn. En het moet iets zijn waarvan je zegt, de lat wordt hooggelegd. Ik ben vanavond naar deze avond gekomen. Ik had een totaal andere avond verwacht. En ik wil toch nog even zeggen wat ik wilde zeggen. Anders kan ik vanavond niet slapen. En wie... Nee, je bent al geweest, hè? Wie wil dan het laatste woord? Ja? Nog iemand? Jij mag al straks aan de bar. Wat? Ik mis een puntje, je hebt gelijk. Ja, dank voor die opmerking. Meneer, u krijgt het ene laatste woord. Want ik ben nog een belofte aan iemand, heb ik gedaan. Ja. Dank. Mijn naam is Ruben. Ik hoor op de hele avond al heel veel verschillende dingen over... onder andere het maatschappelijk middenveld dat geïnstitutionaliseerd is, naar de staat is getrokken. En, oké. Sorry, mijn lengte. Niet naar achter gaan. Als u niet naar voren gaat, dan... ik vroeg mij af, u komt uit de partijpolitiek. We zien dat burgers, zoals net het fragment, zichzelf weer opnieuw gaan organiseren tegen bewegingen. We zien dat de ideologieën verdwijnen. We zien dat politiek steeds meer het oplossen van problemen is. Het gaat niet meer om economische verdelingsvraagstukken. En mijn vraag aan u is,
Wat is de toekomst van de politieke partij nog? Voordat je antwoordt, dan sluit ik namelijk... Mag niet antwoorden. Je mag zo direct antwoorden, want je moet iets anders doen. Niet op jouw vraag, maar ik maak meteen het bruggetje... naar de belofte die ik gedaan heb aan de studenten filosofie. Oh ja. Ja, dat wij zouden eindigen met de vraag... als je het nu overnieuw zou moeten doen, met die eerste uitspraak... waarin je zei, het is tijd voor mensen die een doorbraak kunnen... met de kennis van nu zouden kunnen doen. Wat zou je dan doen? En daarbij slaat aan dus comma, is er toekomst voor de politieke partij zoals we die nu kennen? Ja, je wist, je mocht er de hele avond over nadenken met de kennis van nu. Sorry, toch niet het laatste woord aan de zaal. Ja. 1, ik zou het opnieuw doen, ook met de kennis van nu. 2, ik denk dat ik soevereiner zou opereren. Ik ben politicus geworden op mijn 31ste en het is voor mij ook coming of age geweest. Hè. Ik ben, volwassen is een beetje pathetisch, maar... Sadder and wiser. Ja, en ik zou minder behaagzuchtig opereren. Nu. Dus ik zou nog vaker verliezen. Maar nee, ik zou veel minder behaagzuchtig zijn. Ik zou echt denken, kan mij het schelen. En daarin zou ik ook meer mijn eigen lijn trekken. En harder vechten voor progressieve politiek. Want ik vind dat het echt heel erg slecht gesteld is met progressieve politiek. Ik ben ontzettend blij met de relatieve winst van GroenLinks op dit moment. Maar ik zie wel dat als je de partijen bij elkaar optelt... die allemaal links van de VVD zitten... We hebben het lijstje staan. Ja, dat heeft er volgens mij zelden zo slecht voor gestaan als op dit moment. Dus progressieve waarden, als je daarbij... Wow, ja. Ook nog eens een aanmerking neemt... dat de VVD echt heel conservatief is in vergelijking met 10 jaar geleden. Nou, dan is alles wat daar wat progressief is ten opzichte van de VVD... doet het gewoon niet zo goed. Nee. Dus ik vind daar is een wereld te winnen. Politieke partijen. Ja of nee? Ik vind ze heel oninteressant. Ik bedoel, het is niet anders dan een organisatieverband. In het einde van de 19e eeuw... gevormd, omdat het veel handiger was om vanuit een politieke partij parlementariër te zijn. Ze komen niet voor in ons staatsrecht, ze bestaan eigenlijk helemaal niet. Dus ik zou zeggen, zolang ze het meest handzame organisatieverband zijn, dan houden we ze. En als ze op sterven na dood zijn en het functioneert niet meer... dan ga je over herordening nadenken. En je moet er vooral niet al te veel sentimentele betekenis aan geven. Ja. Dit was het. Dat applaus was voor de vraagstellers nog één keer. Een ongelooflijk applaus voor iemand die 2 uur heeft gepraat. Femke Halsema. Ja. En jou gedwongen heeft om te zwijgen. Rest mij om jullie een fijne bar-sessie te wensen... en te verwijzen naar volgende week dinsdag... waar ik wederom zo'n gesprek heb, maar dan met Benjamin Barber. Hier in het pakhuis op 31 mei om 8 uur. Ik hoop jullie daar te zien. Dank jullie wel.